Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. We bless you today. We give you praise. We give you glory. We give you honor. We give you adoration. We glorify your name, Abba Father. We say thank you for who you are, Father, for all that you are doing. Father, for all that you are still going to do, we worship you. We bless you, awesome God. Come on, Zion, stand on your feet and start giving him glory this moment. Start giving him praise. Start giving him exaltation, for he is worthy. He is worthy to be praised. He is worthy. He is worthy to be praised. Ho rababaka se ke terebo, ho rabaka sunda rabaka se, ho rebo siya kate rababa, ho ramaka soko terebo kosiya, ikande rebo sheka rababa, makonde rebo siya kate. Oh, we worship you this morning, Adonai. We worship you this morning, King of Kings. We worship you this morning, Allah. Hey, the God of Israel, we worship. The God of Israel, we worship you today. We bless your name, O King. We bless your name, O King. We bless your name, O King. We bless your name in this house. We bless your name today. We bless your name. We say your name is great. We say your name is mighty. We say your name is marvelous. We say you are the counselor. We say you are a healer. We say you are a way maker. We say you are a promise keeper. We say, Abba Father, we worship you in this place. We worship your great name. We worship your great name. Bless your name, Abba Father. Bless your name, Adonai. We glorify you today. Thank you, Jesus. Thank you for who you are. Thank you for that which you are doing. Oh, we bless you. We bless you. Come on, Zion. Bless the Lord today. Bless the Lord who is worthy. He is worthy to be praised. He is worthy to be worshipped. There is no God like him. There is no Father like him. We exalt Adonai. We bless his awesome name. We say, God, you are mighty. We say, God, you are good. We say, God, you are powerful. We worship you in this place. We worship you in this house. All around the globe, we exalt your name. Around the globe, we bless your name. Around the globe, we worship you. Oh, we bless you today, God. We bless you today, I am. We bless you today, Adonai. We bless your name today. We say, great, great, great and powerful God. We elevate you in this place. Far above principalities. Far above spiritual wickedness in high places. We thank you this moment, God. We thank you this day. We bless you, Adonai. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, thank you, thank you. Thank you, the King of all kings. Thank you, the Lord of all lords. We worship you today in this place. We bless your awesome name in the name of Jesus Christ. Amen. Go with me to the book of Isaiah, chapter 22. I'm going to start from verse 15. The book of Isaiah, chapter 22, our theme for this month is, what do you have in your hand? And I want us to really pray and ask God for mercy for the places that we have ignored him. Amen? Isaiah 22, from verse 15, I'm going to read 15 to 23. Amen? It says, thus saith the Lord God of hosts, go proceed in this toward, and Shebna, who is over the house, and say, what have you here, and whom have you here, that you have hewed and sculpture here? And he was hewed himself and sculpture on high, who carves a tomb for himself in a rock. Indeed, the Lord would throw you away violently. This man was called to do things in the house of God,
instead of doing it in the house of God, he was doing it for himself. And listen to what God is going to do. He said, indeed, the Lord will throw you down away violently, O mighty man, and you will surely seize, and he will surely seize you. He will surely turn violently and toss you like a ball into a large country. There you shall die, and there your glorious chariot shall be shame of your master's house. So I will drive you out of the office, and from the position he will pull you down. So if you look at here, God is pulling somebody from the office and where God positioned them. Then, listen to this, then it shall be in that day that I will call my servant Eliakim, the son of Hilkiah. I will clothe him with your robe and strengthen him with your belt. I will commit your responsibility into his hands, and he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah, and the keys of the house of David I will lay on his shoulder, and he shall open and no one shall shut, and he shall shut and no one shall open. I will fasten him as a pig in a secure place, and he will become glorious throne to his father's house. This man, God placed a business in his hand. He was supposed to do sculptures in the house of God, but instead he started building tomb for himself. And because God assigned him to a place, he ignored God and decided to do his own thing. And now God is coming. God said, I'm going to take everything I give you. I'm giving it to somebody else. I want us first, our first prayer today is this, God, I repent for the place that I have been, for the place you have called me in your house, and I have ignored it. So cry for mercy today. Say, Abba, Father. Say, Abba, Father, in the mighty name of Jesus. Come on, Zion, open up your mouth and start crying for mercy. Because sometimes God assigned us to position and we ignore God. But God is showing us here that sometimes your mantle leave you because you did not obey God. So God, today we cry. We cry mercy. We cry mercy in the places we have ignored you. We cry mercy in the place we disobeyed you. We cry today, God. We come to repent, Father. We come to repent, Adonai. We come humbly before you today. And we repent for every sin. We repent for everything, my God, that we have done against you, Father. The place where you have ordained us, and we shifted, Father. Today we cry mercy. Today we cry mercy. Today we cry mercy. Father, we include the kingdom, the place you have called your church to function, and your church has left it, God. Father, today we cry mercy. We say mercy the body of Christ, in the place where your bishop, in the place where your prophets, in the place where your apostles are walking in rebellion. Father, we cry mercy. Father, we cry mercy. Father, we cry mercy. Father, we cry mercy. Father, we bring the fivefold before you. We bring the intercessors before you, God. And we say mercy. We say mercy, your intercessors. My God, in the place of disobedience. Father, mercy, oh God, in the name of Jesus. Oh, we mercy us today. This man, as it were, he can be compared with a man that was given a talent and he hid it. This man is like the man who hid his talent in Matthew, because his talent was not supposed to be used for himself. It was supposed
supposed to be used for God. So he hid it from the kingdom, and I would say he used it for the world. Many of us in the house of God, God has given us talent to function in the kingdom, but we are using it in the world, and God is not pleased. We can read it from this place that God was not pleased with this man. So you are going to cry and say, God, I examine myself today. Wherever you have given me, God, that I am refusing to function in your house. Father, whatever you have placed in my hand, Father, that I'm using it out there instead of functioning in your house, God. Father, to the mercy. Father, to the mercy. Father, to the mercy. Mercy this church, God. Mercy the body of Christ. Mercy your people globally. Father, mercy us. We turn from our wicked ways. We turn from our wicked ways, God. We turn today from our wicked ways. Father, we turn today from our wicked ways. And we come humbly to you, God. And we say, have mercy, God. Have mercy, Jesus. Have mercy, Father. Sanctify us today. Purify us today. Let your blood cleanse your church. Let your blood cleanse your people. In the mighty name of Jesus. Now you are going to cry. Say, God, restore me. Say, God, in that place that I left. Say, God, I cry for restoration today. I cry today for restoration. Father, restore your body back to its original identity. Father, restore my life to my original identity. Father, to that which you have equipped me. Father, to that which you have mandated me. Father, let there be restoration today. Let restoration come in our lives. Let restoration come in our homes. Father, my God and my King. Father, I even pray for marriages. My God, that you ordained right in your house. And they left it, my God. Oh, my God, I pray for the man. I pray for the woman. That left that which you ordained. Father, to do their own thing. Father, today I pray. Let restoration come on marriages. Let restoration come on families. Father, today we cry out. We cry out, we cry out restoration, God. Father, restore the families back. Father, restore your kingdom back. Father, restore us, oh God. In the name of Jesus, we cry restoration in the mighty name of Jesus Christ. I want us to see something. Verse 17 says, the Lord will throw you away violently, O mighty man. So this man was mighty. Even God recognized that he was a mighty man. So sometimes we think we have come to a position that nobody can dethrone us. But God is revealing that even as great as you are, when you walk in disobedience, he is coming for you. So I want us to say, God, today, I want us to pray for the ministers around the globe. Say, Father, those who have become too big in their own eyes, Father, mercy them. Father, mercy them, God. Father, let them go, my God. Come to the place of humbleness. Father, we bring, oh God. Father, even the generals. Father, the men and women of God. That they have big in their, too big in their own eyes. Father, today we cry. We cry, oh God, for mercy first. Mercy their souls. Mercy their life, God. We ask today and we say, God, Father, humble them. Humble them in the name of Jesus so that their soul will not be lost. Father, bring them in the place of bowing. Bowing to you, Jesus. Bowing to your business. Bowing to your ideas. Father, today we bring all the men and the women of God around the globe. And we ask today, God, wherever they are missing, whatever they are failing, Father, today in the mighty name of Jesus, mercy, oh God,
and bring them to the place of humbleness. Father, today, my King and my Lord, those who are doing things according to their own desire, far away from you, God, we ask you today, mercy, 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 God, mercy, God, mercy, God, mercy, oh God, mercy, your kingdom, mercy, your church, mercy, your people. We cry mercy. We say mercy, mighty one. We say mercy today, God. Mercy, mercy, mercy. Mercy our forerunners, Father. Mercy them, oh God. In Jesus' name. And now you see, the Bible says, verse 20, then it shall be in that day that I will call my servant. Because sometimes we think it's only Saul who was dethroned for David to take over. Yeah, God is showing us that nobody is too big. He said, I will call my servant, Eliakim, the son of Hilkiah. I will clothe him with your robe. And I will strengthen him with your belt. I will commit your responsibility in his hand. And he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah. Then this is what God said, I'm going to add. The keys to the house of David I will lay upon his shoulder. So he shall open and no one shut. And he shall shut and no one open. Oh my God, today I want you to pray, say, God, make me a servant. Because only a servant received all that God is going to place. Say, in this season, God, as you are placing things in my hand, Father, make me a servant. Come on, come on, come on. Karabo shia rababa. Ike rabakaseha. Oh, raboboko satirabo sitata. Father, we say, make us today servant. We cry out to them, make us servant, God. Father, in the name of Jesus, make us servants in your house. Make us servant to your purpose. Make us servant, oh God. Father, we cry out and we say, make us servant. We cry for the heart of a servant. We cry for the heart of a servant. We cry out today, Abba Father. Father, in this month, oh God, as we are praying, as we are asking the things that are in our hands, activate the spirit of servanthood. Activate the spirit of servanthood in our spirit, God. In this generation, Father, activate that spirit, Lord. Activate the spirit of servanthood, Father. Make us servant. Make us servant. So that we can receive the keys in this season. Apostle Claire has been giving us many keys. And if you are not paying attention, you are going to miss it. This man, Eliakim, maybe he was just sitting like David, and a mantle is going to be placed upon him. Everything that the other person owned is going to be upon him. I want to give this as a warning to the people who think you are above the dethronement. This is a season that the gift that God is giving you, don't play with it. Because if you play with it, God is going to take it away from you and give it to somebody else. If you play with that which God has given you, he will take it. And just like the wicked servant in Matthew 25, you are going to be thrown in utter darkness. I pray that don't be your portion in this season. That you will use that which God has given you and use it wisely. Amen? Go with me to 1 Peter chapter 4, verse 10. And I'm going to end there. 1 Peter. 1 Peter chapter 4, verse 10. And I read.
He said, as each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. So the gift that God has given us come with grace. Let me read it in Amplified Version. He said, just as each one of you has received a special gift, a spiritual talent, an ability graciously given by God, employ it in serving one another as is appropriately for the good steward of the multifaceted grace, faithfully using the devices, varied gift, and the ability that God has granted to you unmerited. He said, use it. Before Minister Nelly comes, I want you to cry out to the God, this is what is in my hand. Let me use it for your glory. I want you to cry out today. He said, that which God has given, to steward it by the manifold grace of God. Say, God, today, that which you have placed in my hand, let me use it for your glory. Oh God, today, grace me. Father, grace me so much today. That which you have placed in my hand, I will use it for your glory. Father, I will use it according to the grace that you have placed upon my life. Abba, Father, today, in the mighty name of Jesus, Father, that which you have placed, Father, that which you have given, Father, let me use it according to that which you have given her. Yes, come on, yes, Zion. Come on. I want you to pray. He said, it's by the manifold grace of God. So the gift in my hand, I have to use it for God's glory. According to the grace, the other Bible verse says, according to the ability. Oh, today the grace, the manifold grace of God fall upon this house. The manifold grace of God fall upon your people. The manifold grace, Father, so that we can be useful. So that we can be productive in the place you have called us. Oh, your gift of God, in the name of Jesus, Father, we cry out. Father, we cry out. Hey, Rababa, Shikaraba. Come on, cry out for the grace, the manifold grace of God. Oh, take 2 minutes and cry out for the manifold grace. Say, God, I want to use that which you call me. I can only use it by your manifold grace. Father, today, I present my life. I present my soul. I present my gift. I bring it before you. Oh, today, in the name of Jesus, according to your manifold grace, come on, Zion, 1 minute, say, according to your manifold grace. That's how I want to function. That's how I need to produce that which you have called me in the name of Jesus. Father, we thank you. We give you praise. Hallelujah. I kindly ask you to stand on your feet as we do the declaration. Amen. And just repeat after me and say, because we believe, in his name we will cast out demons and speak in new tongues. If we drink any poisonous or deadly thing, it shall by no means harm us. We will lay hands on the sick and they will be healed. For we are the Lord's battle axe and weapons of war. For with us he will break the nation in pieces. With us he will destroy kingdoms.
With us who break in peace the horse and its rider. And with us who break in peace the chariot and its rider. With us who break in peace as man and woman. With us who break in peace as old and young. With us who break in peace the young man and the maiden. With us who break in peace the shepherd and his flock. With us who break in peace the farm and his yoke of oxen. And with us who break in peace governors and rulers. For we are the Lord's new treasuring instrument with sharp teeth. We shall tress the mountains and beat them small. And make the hills like chaff. Therefore, we take up the whole armor of God, that we may be able to withstand in the evil day. And having done all to stand, we stand therefore. Now we put on the belt of truth, we put on the breastplate of righteousness. We cover our feet with the preparation of the gospel of peace. We lift up the shield of faith, quenching every fiery dart of the wicked one. And we take up the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. In Jesus' name we declare. Amen. Father, we thank you. Father, we give you praise and honor in this place. Father, we thank you. We thank you. We thank you. Come on, we thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Abba Father, for you alone deserve all the glory. You alone deserve all the praise. There's none like you, nobody who can be compared unto you, Abba Father. We ascribe all glory, all honor. All glory, all honor unto you alone. You are a good, good Father. You are faithful. You are kind. Nobody like you, Jehovah. Nobody like you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. We thank you, oh Father, that we are able to gather into your presence, into your house, and just give you worship and just give you praise. Come on, Zion. Worship the King of Kings. Worship the Lord of Lords. Because he alone deserves all the glory. Father, we thank you for this day. We honor you in this place. For you alone deserve all the glory. Father, we thank you. We bless your holy name. We thank you, O Father, King of Kings, Lord of Lords. We ascribe all glory and honor unto you. We are saying, O Father, you alone are good. You alone are the King of Kings. You alone are the Lord of Lords. You are the Father to the fatherless. We ascribe all glory, all honor, all adoration unto you. All glory, all honor, all adoration unto you, Father. You are a good, good Father. We thank you. We worship you in this place. We give you all the glory, all the adoration. We thank you, Jesus. Come on, Zion, give the Lord a shout of praise. Come on, Zion, give the Lord a shout of praise. Say hallelujah. Hallelujah. Say thank you, Jesus. Come on, you can do better. You can better. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Meester. Thank you, our King. Thank you, onze koning. Thank you, Adonai. Thank you, Adonai. Come on, clap your hands for Jesus. Clap your hands for Jesus. Hallelujah. I want to ask everybody behind there to fill the spaces here. More in front is of behind. Amen. Ik vraag iedereen die erachter een beetje meer naar voren komt, de plek hier op te vullen. Hallelujah. Meer van voren, minder achter. Our God is a wonderful God. Onze God is een wonderbaarlijke God. Our God is a... Can you all from this side move in this seat here, please?
Our God is a good God. Onze God is een goede God. Our God is a glorious God. Onze God is een glorieuze God. We bless him and we thank him. Wij zegenen hem en wij danken we hem. We adore him and we worship we him. We adoreren hem en we aanbidden we hem. We give our God praise. We geven onze God lofprijs. We give our God thanksgiving. We geven onze God dankzegging. Hallelujah. Hallelujah. We want to welcome everybody online. We willen iedereen online verwelkomen. Online family, God bless you. Familie online, God zegen jullie. Those on YouTube, God bless you. Op YouTube, God zegen jullie. Those on Facebook, God bless you. Op Facebook, God zegen jullie. Those on Clubhouse, God bless you. Op Clubhouse, God zegen jullie. You are welcome in the presence of God. Jullie zijn allemaal hartelijk welkom in de tegenwoordigheid van God. And those here in the building. En degene hier in het gebouw. God bless you. God zegen u. Oh, are you receiving the blessing? Ontvangen de zegeningen. Hallelujah. 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 You can be seated in a minute. You can plaats nemen voor een minuutje. You can be seated. Hallelujah. Hallelujah. You can be seated in the presence of God. U mag plaats nemen in de tegenwoordigheid van God. I hope our online family on YouTube can then hear us well. Ik hoop dat onze online familie op YouTube dat ze ons goed kunnen horen. Halleluja. Halleluja. I am so happy as usual. Ik ben zo blij zoals gewoonlijk. To be in the house of God. Om in het huis van God te zijn. It's always a privilege to be here. Het is altijd een voorrecht om hier te zijn. How many of you were blessed yesterday by the mentorship? Hoe van jullie waren gezegend gisteren door de mentorschap? How many were you? Come on. Okay. That's very like. How many of you were blessed yesterday by the mentorship? Hoe van jullie waren gezegend door de mentorschap gisteren? Hallelujah. 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 I was so blessed yesterday. I am still in that glory. Ik was zo gezegend gisteren. Ik ben nog steeds in die glorie. How many of you are like now I feel fat in the spirit? Hoeveel van jullie hebben het gevoel van nu voel ik me dik in de geest? How many of you are ready to take the world now for Jesus? Hoeveel van jullie zijn klaar om de wereld voor Jezus te nemen? And to do all that God calls you to do. En te doen alles wat God u voor geroepen heeft. Hallelujah. For those who are online, voor degene online, if you are not part of my mentorship classes, als u nog geen deel bent van mijn mentorschapklassen, you are missing a lot. Dan mist u heel veel. But don't worry, you can still register. Maar maak u nu druk, u kunt ze nog steeds inschrijven. You can still contact me, inbox me, email me and become part of the mentorship. U kunt nog steeds contact met mij opnemen, inboxen, e-mailen en dan alsnog deel worden van mijn mentorschapklassen. Yesterday I was so blessed and I put on my status on WhatsApp. Ik was gisteren zo gezegend en ik heb op mijn status van WhatsApp gezet. I say I am still winning and I'm raising up winners. Ik schreef, ik ben nog steeds aan het winnen en ik ben winnaars aan het oprichten. Oh, come on now. Are you people jealous? Kom op, zijn jullie mensen jaloers? Are you people jealous? Zijn jullie jaloers? I said I am still winning and I'm raising up winners. Ik zei, ik ben nog steeds aan het winnen. Ik ben winnaars aan het oprichten. Oh, sometimes you need to speak back to the devil. Soms moet u terugspreken tot de duivel. Are you with me? Bent u met mij? I am still winning and I'm raising up winners. Ik ben nog steeds aan het winnen en ik ben winnaars aan het oprichten. Are there any winners in the house? Zijn er winnaars in het huis? Halleluja! Halleluja! Are you people with me? Zijn jullie mensen met mij? It was fine before. It was fine. Oh. Do you know what they normally say? Weet je wat ze normaal zeggen? If it ain't broken. Als het niet gebroken is. Don't try to fix it. Probeer het dan niet goed te maken. Are you with me?
If it's not broken, don't try to fix it. Als het niet kapot is, probeer het dan niet te maken. Because sometimes we try to fix it when it's good, we just mess it all up. Want soms proberen we te maken terwijl het al goed is, dan maken we gewoon een potje van. And it's happening with my mic right now. Op dit moment gebeurt dat met mijn microfoon. Hallelujah. If I don't give a signal, it means I'm good. Als ik geen signaal geef, dan betekent het is goed. So can I get my mic back? Kan mijn microfoon terugkrijgen? Can I get my sound back? En mijn geluid terugkrijgen? The way it was before. Zoals het eerst was. Amen. There is a song that says, I'm not going back to the way it used to be. But I want my back to go, my mic to go back to the way it used to be. Mijn microfoon moet wel terug naar hoe het was. Are you following me? Joey, we are changing the song. This is a remix. I want my mic back to the way it used to be before Joey came and changed it all. Somebody say remix. You must have remix. I want my mic back. Kom mijn microfoon terug. To the place it used to be. We get in there, we get in there. We komen daar, we komen. Before Joey came and changed it all. Somebody clap for Joey. You must appreciate for Joey. Hallelujah. It's always good to be in the house of God. Het is altijd goed om in het huis van God te zijn. And it's good to be joyful. En het is goed om vreugdevol te zijn. No matter what you're going through. Ongeacht wat je aan het doormaken bent. No matter what the enemy is doing. Ongeacht wat de vijand aan het doen is. Always lift your head up. Ten alle tijden moet je je hoofd omhoog heffen. Because it can be worse. Want het kan erger. Are you with me? Bent u met mij? It can be worse. Het kan erger. But because God is with us. Maar omdat God met ons is. He's not allowing it to be worse. Staat hij niet toe dat het erger wordt. So thank him for favor. Dus bedank hem voor gunst. Thank him for grace. Dank hem voor genade. If you are still breathing and alive today. Als je nog steeds adem en in leven bent vandaag. It's because God is not finished with you. Dat komt omdat God nog niet klaar is met u. Come on, turn to your neighbor and say God is not finished with you. Zeg tegen je buurman, God is nog niet klaar met u. He is not finished with you. Hij is nog niet klaar met u. As a matter of fact, God just got started with some of you. En God is trouwens maar net gestart met sommigen van jullie. Hallelujah. Hallelujah. What am I saying? Wat ben ik aan het zeggen? The best is yet to come. Het beste moet nog komen. Hallelujah. Glory. And I want to encourage you, if you are in the house of God, please get off your phone. En ik wil u bemoedigen, als u in het huis van God bent, alsjeblieft ga weg van je telefoon. You can always be on your telephone. Je kan altijd op je telefoon zijn. Give God this time. Maar geef God deze tijd. The God that is the only one who is able to save you from anything. De God dat de enige is die bij macht is om je te redden van wat dan ook. Please do not dishonor him in this place. En alsjeblieft, oneer hem niet in deze plaats. So put your phone away. Dus zet je telefoon weg. And focus on God. En wees gefocust op God. Amen. Amen. Your friends can help you. Uw vrienden kunnen niet helpen. The world cannot help you. De wereld kunt u niet helpen. So put that phone away. Dus leg die telefoon weg. And focus on the God who can help you. En wees gefocust op de God die u wel kan helpen. Hallelujah. Hallelujah. Er is eentje jarig. Somebody's birthday. I was coming to church. I say every week Zion is celebrating. Ik kom naar de kerk en dacht elke week is Zion aan het vieren. How many of you last year this time we were in our month of jubilee? Vorig jaar deze tijd waren we in onze maand van jubileum. Have you people forgotten? Zijn jullie dat vergeten? Last year this time we declared jubilee. Vorig jaar rond deze periode hebben we jubileum aangekondigd. And we were singing shout of Zion. Dit was ons lied. Shouting triumph. What is it? Is that all of you are a suspect? You can't even sing. Verdacht? You can't even sing a song we've been singing all this time. You can't even sing the liedjes die we all die tijd aan zingen waren. Oh yeah, Zion, sing one more time. What do we say? Shouting triumph. If you were going to, I had to call it idols, you all would have been thrown out of the building. No X factor. Als je de idols zouden gaan, allemaal uit het gebouw gegooid. Geen X factor. Hallelujah. But is anybody joyful? Maar is er iemand blij vandaag? Is anybody happy? Is iemand vreugdevol vandaag? I am speaking because there are some people who are acting as if they have been eating lemon. Ik spreek zo omdat er sommige mensen doen alsof ze citroen aan het eten waren. Amen. Amen.
Get out of it, get out of it, get out of it. There is joy in the house. Ik zou zeggen, stap eruit, stap eruit, stap eruit. Er is vreugde in het huis. So Zion is celebrating every week. Dus iedere week is Zion aan het vieren. I'd rather have us celebrating than mourning. Maar ik heb liever dat we elke keer weer vieren dan dat we come moeten rouwen. Come on, clap for Jesus. Applaudisseer voor Jezus. I'd rather have us celebrating than mourning. Ik heb liever dat we allemaal aan het vieren zijn dan aan het rouwen. Hallelujah. Glory. Today, this week, what was that? Saturday, Friday. Was the birthday of Brother Peter. Afgelopen vrijdag was Broeder Peters verjaardag. Brother Peter is a faithful son in this house. En Broeder Peter is een trouwe zoon in deze huis. Very, very faithful. Erg trouw. He is part of the leadership of the men. Hij is een deel van de leiderschap van de mannen. The overseer of part of the overseer of the youth. Deel van de overzeer van de jeugd. And he is part of my team. En hij is ook deel van mijn team. And I'm really grateful to God for Peter. En ik ben echt God dankbaar voor Broeder Peter. I've seen Peter gone through so many changes. Ik heb door zoveel veranderingen heen zien gaan. But one thing about Peter, he is truly a rock. Maar één ding aangaande Broeder Peter, hij is echt een rots. He's stable. Hij is stabiel. He's consistent. Hij is consistent. He keeps pushing. Hij blijft duwen. Peter, I want you to come. Broeder Peter, ik wil u even komen. Because we are going to sing for you. We gaan een lied voor deze dingen. It's Peter's birthday today. Dit is Broeder Peters verjaardag vandaag. Amen. Amen. This church, they want me to be paying them to make pictures. Deze kerk wil dat we betalen om foto's te maken. You would think by now they would know that when somebody, even in my house. Zelfs in mijn huis. My children know. Weten mijn kinderen. When there is party. Als er een feestje is. Or we come together. Of we komen samen. Somebody should make pictures. Dan moet iemand foto's maken. Amen. Amen. We go to a restaurant. We gaan naar een restaurant. Before we eat. Voordat we eten. We have to go through the picture series first. Moeten we eerst door de fotosessie heen. Is everybody with me? Is iedereen met mij? All my children always come ready. Al mijn kinderen komen altijd klaar. Because they know something is going to happen with pictures. Want ze weten, er gaan iets gebeuren met foto's. So I want Zion to capture that. Dus ik wil dat Zion dit een foto van maakt. I like. Halleluja. I like to. Where is Joey? I like to capture. I like to capture a moment. Are you with me? I love to capture moments. Ik hou ervan om momenten vast te leggen. Halleluja. So this moment we want to sing for Brother Peter. Dit moment willen we zingen voor Broeder Peter. Amen. Amen. Peter has been very faithful. En Broeder Peter is heel erg trouw. Peter is truly a child of God. En waarlijk een kind van God. Is somebody with me? Is iemand met mij? Peter is truly a man of God. En Peter is echt een man van God. And because of that. En daarom. We would love to really give him this moment. Zullen we hem graag dit moment willen geven. To acknowledge him. Om hem te erkennen. Okay, so we are going to sing for Peter. We gaan voor Broeder Peter zingen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.
I would like Brother Jack to come on behalf of the men to speak to Brother Peter. Peter, you really were brother. To see you every day, you give us courage to continue to push further and keep like that. Thank you to be who you are, and we bless you. Amen. Who else wants to speak to Brother Peter? Is er nog iemand die tegen Brother Peter wil spreken? Anybody? Iemand? Brother Sally. Hallelujah. Happy birthday, Brother Peter. May God truly, truly bless you. You are truly a man after God's heart. You run after him with everything that you have. I really want to congratulate you on this day. On behalf of Women for Women. If we are doing Women for Women and we say, Brother Peter, you're playing piano for us, you will come. You never say, oh, I cannot. Brother Peter, do this. You say, okay, I'm ready. Whatever is asked, you do it. So I really want to congratulate you today that that great heart of giving that you have, that God will bless you. God will increase you. You are truly family. Bless you, Brother Peter. Amen. So just stretch your hands. Let us pray for Brother Peter. Strek uw handen uit en laten we bidden voor Brother Peter. We don't do this a lot, but this past 1 month, it's like God just wanted us to do this. So it's not going to be like every time somebody has their birthday. So if your birthday comes and you are not like this, like Peter standing here, please no drama. Alsjeblieft geen drama, dit doen we niet altijd, maar God heeft ons zo geleid dat we de afgelopen tijd dit wel doen. Maar als de verjaardag eraan komt, het gebeurt niet, alsjeblieft geen drama. Because we can't surrender the church to this every time, because at least every week may be somebody's birthday. Want we kunnen dit natuurlijk niet elke week doen, want bijna elke week is iemands verjaardag. So I hope you remember what I'm saying now. Dus ik hoop dat u onthoudt wat ik nu gezegd heb. This is not the normal way things are going to be. Dit is niet zoals de norm. Dit gaat niet zo. Dit gaat de norm niet worden. It's just this month is happening like that. Maar deze maand gebeurt niet nou eenmaal zo. If you want it to be done, also be birthed out in September. Als u dat wil, dan moet u ook in september geboren zijn. Amen. Amen. Something is happening in this September. Er gebeurt iets in deze september maand. Stretch out your hand to Brother Peter. Strek uw handen uit naar Brother Peter. Father, we thank you for your son. We thank you for his life. We thank you for the man of God that he is. We thank you for the son that he is. We thank you for adding this beautiful time in his life and this year. Father, we pray that your hand will continue to be with Peter. That God, you will guide him, lead him, empower him, favor him. Show him the right way to do things. Connect with him with the right places, the right people at the right time, Father God. Reveal to him what he has in his hands for you, God. Father, thank you that Satan has no power over him. We decree and declare that Peter is victorious. Amen. Peter is unstoppable. Amen. Peter is a forerunner. Peter is a child of God living in holiness and purity. No weapon formed against him shall prosper. We bless all the days of his life, and he will dwell in the house of the Lord forever and forever. Father, anoint his head with oil and cause his cup to overflow. We decree and declare it in Jesus' name, and the church says, Amen. Happy birthday, Brother Peter. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Somebody clap for Jesus. Iemand clap voor Jezus. Woo! It's a good thing to be in the house of the Lord. Het is goed om in het huis van de Heer te zijn. Hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah. Half of the church, the youth have their youth take over today, but it's going to be their youth, how do you call it? The youth come together. De jeugdbijeenkomst is vandaag en hebben ze een aparte zaal. So after worship and an offering. It's not aanbidding and offer. All the youth are going, all the young people. So al de jonge mensen.
are going to leave and go to their youth fellowship. Zullen weggaan en naar de jeugdbijeenkomst gaan. Amen. Amen. All the youth. All het jeugd, al de jeugd. Are going to leave and be in the other hall today. Zullen in de andere zaal zijn vandaag. That's why some of them you don't see them in the service now. They are here, but they are there fixing their session. Waarom ziet u nou niet iedereen hier? Ze zijn wel aanwezig, maar ze zijn hun sessie aan het voorbereiden. Are you with me? Zijn jullie met mij? So we want to make sure that we have the worship and that we take our offering so that we can release the youth. Amen. Dus we willen de aanbidding doen, offer opnemen, zodat we de jeugd vrij kunnen zetten. All the youth are going to leave, but because I think Joey needs to take care of some things then. I don't want the music to just drop. So Peter, you will stay and do the melody for me. Yeah? Instrumental for me while they are going. Yes? So I think when we are taking the offering, instead of Joey ministering on keyboard, Peter should take over. I think tijdens de offer, dan zou in plaats van Joey, Peter het even over moeten nemen. Yeah? And just back up the service until I release you, then you can go. Tot ik een beetje backup geef, tot ik u vrij zit om te gaan. Hallelujah. Are you guys ready to worship God today? Zijn jullie blij om God klaar om God te aanbidden vandaag? Online family, are you ready to worship God today? Online familie, zijn jullie klaar om God te aanbidden vandaag? Hallelujah. All of you who order the new t-shirts that I've made, I have them with me, so please don't go away without taking your t-shirts. Oh, iedereen die een t-shirt bij mij heeft besteld, ik heb ze bij me, dus ga alsjeblieft niet weg voordat u t-shirt hebt meegenomen. And those of you who have not ordered, just check out the new things that we have and then maybe you can take some for yourself. En degene die nog niet heeft besteld, u kunt nog even kijken wat we allemaal hebben en dan kunt u ook bestellen voor uzelf. After service, we need to give the t-shirt, pray, focus and build. Yeah. Na de dienst moeten we een t-shirt geven aan. Okay, so let's have the worshipers come on. Aanbidders mogen komen. Online family, forgive us today. There are so many things we want to do today. Online family, vergeef ons vandaag. We hebben zoveel dingen dat we moeten doen vandaag. But we are still on track and we are in the spirit. Maar we zijn nog in de geest en we zijn nog precies op tijd, zeg maar. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Can we all rise on our feet? As we worship God, amen. Father, we honor you in this place. Hallelujah. Amen. Come on, I just want you to lift up your hands and just begin to worship him in your own words. Just tell him how good he is, how faithful he is. He's such an awesome father. He deserves all the glory. He deserves all the honor. Father, we honor you in this place. Father, we honor you in this place. His name is Elohim. His name is Adonai. At the mention of his name, every knee bows and every tongue confess that he alone is God. Father, you are a good, good Father. You are faithful. We worship you in this place. Come on, Zion, in your own words, just begin to worship him. Father, we worship you. We worship you. We give you praise. We give you praise. We lift your name high. Santa Rababa, Santo Leraba. Awesome God.
mighty are you, your miracles we stand in awe of, your holy name, Lord, we bow and worship you. Come on, sing, awesome God. Awesome God, how great thou art. You are God, mighty are your miracles. We stand in awe of your holy name, of your holy. Lord, we bow. Lord, we bow and worship you. Come on, sing, awesome God. Awesome God. How great. How great thou art. You are God. Mighty. Mighty. Are your miracles. We stand in awe. We stand in awe of your holy name. Of your holy name. Lord, we bow before your throne. Lord, we bow and worship. Come on, we sing. Awesome God. Awesome God. Bow and worship you, Lord. And worship. Come on, we you. Sing. Awesome God. Awesome God. Oh, how great thou art. You are God. You are God. And mighty. Mighty are your Lord, we bow. We bow before your throne and worship. Come on, we sing. Awesome God. Awesome God. Lord, we bow and worship you, Lord. And worship you. Come on, we sing. You. Awesome God. Awesome God. How great. How great thou art. Come on, all over this place, we worship you, Lord. You are God. Mighty. Mighty are your miracles. Lord, we bow and worship at your feet. And worship we bow you. Before your throne.
Lord, we bow and worship you. We bow, we bow. Lord, we bow and worship you, Lord. And worship you. We bow before your throne, yes, Lord. Lord, we bow and worship you. Lord, we bow. Lord, we bow. Yeah.
Yahweh. Come on, we sing. Yahweh, we lift up the name of the Lord. Yahweh, all over this place we sing. Yahweh, come on Zion, we lift up the name of the Lord. We worship you, Lord. How great
is our God. You're the name above all names. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will sing, how great is our God. Is our God. One more time, sing. How great is our God. Is our God. Everybody sing with me. Sing with me, how great. I want all the children to focus and sing. Our God. Always sing, how great is our God. How great, how great. Come on, Zion, say it's our God. Sing with me, sing with me, how great is our God. God. He is the name above all names. All we see, allen zullen zien, how great, hoe groot, is our God. Is onze God. Do you believe it? Geloof je dat? That all we see, dat ieder zal zien, how great, hoe groot, our God is, onze God is. Hallelujah. Glory. Let us sit in the presence of God. Laten we plaats nemen in de tegenwoordigheid van God. Thank you, worshippers. Dank u, aanbidders. If Peter can take over, als Peter nu over kan nemen, while we prepare to take the offering, toen we ons voorbereiden om het offer te nemen. Hallelujah. Hallelujah. It's a blessing once more. Het is nogmaals een zegen. For us to be in the house of God. Voor ons om in het huis van God te zijn. Hallelujah. Glory. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. It's that good time again in the house of God. Het is weer dat goede tijd in het huis van God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. So let us give in the house of God. Laten we geven in het huis van God. Amen. Amen. Those on Facebook. Degene op Facebook. The sowing details are going to be in the bio. De details om te zaaien zal staan in de bio. Amen. Amen. Hallelujah. Glory. And those on Clubhouse. En degene op Clubhouse. Though on Facebook, the sowing details will be in the comment. Nee, op Facebook, details zullen staan in de commentaren. And on the screen. En op het scherm. Is Major there? Is Major daar? Hallelujah.
And then those on Clubhouse, check my bio for the sewing details. En degene op Clubhouse, kijk naar mijn bio voor de details. If you have our bank account, you can sew through the bank account. Als je onze bankrekeningnummer hebt, kunt u het via daar zaaien. The bank details are on the screen on Facebook. De gegevens van de bank staan op het scherm op Facebook. And in the comment. En op commentaren. Those in Zion, give to God. Degene op Zion, geef aan God. Give to God your best seed today. Geef God uw beste zaad vandaag. And if you are in Zion, please don't send your Sunday seed or your Thursday seed to me. En degene die in Zion zijn, alsjeblieft stuurt uw zondag of donderdag zaad niet naar mij persoonlijk. Please don't send it. If you are in Zion, don't send it to PayPal. En als u in Zion bent, stuur het alsjeblieft ook niet naar PayPal. Except you are out of the nation and you are part of Zion. Tenzij u buiten deze natie bent en u bent deel van Zion. But if you are in Holland, maar als u in Nederland bent, or Belgium, of België, please send your offering and your tithe to the bank account. Stuur alsjeblieft je offer en tiende naar de bankrekennummer. Alle kinderen, luister, er is een fotocamera daar of een filmding. Jullie stoten de ding steeds, ja? Alsjeblieft gewoon rustig langs lopen. Amen. And all the parents, when you send your children, coach them how to walk. Amen. Ouders, wil je ook je kinderen leiden hoe ze moeten wandelen? Dat ze voorzichtig zijn voor de camera. Is everybody hearing me? Hoort iedereen Because mij? Because the children are really walking just straight to the camera. Can somebody check my purse? Alle kinderen, let op de camera. Amen. Niet tegen aanlopen. Hallelujah. So let us give in the house of God. Dus laten we nu geven in het huis van God. Amen. Amen. Father, we bless your name. Vader, we zegenen uw naam. Father, we glorify you. We geven u glorie, Vader. We honor you, Father. Geef nu eer, Vader. We thank you, Father. Wij danken u, Vader. Is anybody giving in the house of God? Is iemand aan het geven in het huis van God? Online family, are you giving to bless the house of God? Online familie, geven jullie om het huis van God te zegenen? Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you for the offerings. Vader, wij danken u voor de offers. We thank you for the tithes. Wij danken u voor de tienden. We thank you for every sower. Wij danken u voor ieder zaaier. Because you give seed to the sower. Want u geeft zaad aan de zaaier. Evangelist Anna, we give when we are done. Okay. Father, we bless you. Vader, wij zegenen u. And we know that you are the multiplier. En wij weten dat u degene bent die vermenigvuldigt. Of the seeds of your people. De zaad van uw volk. So Father, each person who is giving. Dus Vader, iedere persoon die geeft. You know their hearts. U kent hun harten. You know their situation. U kent hun situatie. You know why they are giving. En u weet waarom ze geven. So Father, in the name of Jesus. Dus Vader, in de naam van Jezus. Meet them in the place of their need. Kom ze tegemoet in de plaats van hun nood. Father, we lift up a special prayer today. Vader, we heffen vandaag een speciale gebed omhoog. For everybody, voor een ieder, sowing into this house, die zaait in dit huis, sowing into my life, en zaait in mijn leven, in any way, Father God, wat voor vorm dan ook, Heer, all the sponsors, alle sponsors, the supporters of your mission, degene die uw missie ondersteunen, who continually give, en die continu blijft geven, into this ministry, in deze bediening, Father God, Vader God, we want to bring them to you, wij willen ze voor uw troon van genade brengen, nationally, nationaal. And internationally. En internationaal. We want to bless them today. Wij willen ze vandaag zegenen. Father, we want to cover them today. Vader, willen ze vandaag bedekken. As they support your work. Zoals ze uw werk ondersteunen. As they support me. En ook zoals ze mij ondersteunen. And they support this house. En dit huis ondersteunen. Let them get the support they need. Laat ze ieder de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. In any area of their lives. In ieder gebied van hun leven. Let there be no lack. Laat er geen gebrek zijn. Oh, I pray. Pray for overflow. Ik bid voor overvloed. Over everybody. Over iedereen. Sowing into this house. Die zaait in dit huis. Sowing into my life. Die zaait in mijn leven. Sowing into this place. Die zaait in deze plaats. Father, today, my father. Vader, vandaag mijn vader. I come with a seed in front of you. Ik kom met een zaad voor u. I come with a seed in front of you. Ik kom met een zaad voor u. And I demand a
harvest. En ik beveel een oogst. I demand a harvest. Ik beveel een oogst. Oh Lord God, my Father. Oh Heer God, mijn Vader. A net breaking harvest. Een net brekende oogst. Father, remember today. Vader, herdenk vandaag. Every seed. Iedere zaad. That they have sown financially. Dat zij financieel gezaaid hebben. They are sowing in prayer. Dat ze in gebed zaaien. They are sowing in service. Dat ze in dienst zaaien. In any form is coming. In iedere vorm het komt. Today in the name of Jesus. Vandaag in de naam van Jezus. I pray over those seeds. Ik bid over iedere zaad. Let those seeds multiply. Laat die zaden vermenigvuldigen. I decree a thousandfold. Ik verklaar duizendvoudig. I decree a thousandfold. Ik verklaar duizendvoudig. Let the rain in heaven. Laat het regen in de hemel. We pray, oh God. We bidden, oh God. Let your rain, oh God. Laat uw regen, oh Heer. Fall over their financial seed. Op hun financiële zaad. Open doors for them. Open deuren voor mensen. Open doors of them. Open deuren voor hen. Let there be promotion. Laat er promotie zijn. Let there be expansion. Laat er expansion zijn. Let something great happen in their lives. Laat iets geweldigs gebeuren in hun leven. Father, give them the right jobs. Vader, geef de juiste banen. Give them the right increase. Geef de juiste vermenigvuldiging. I pray for business ideas. Ik bid voor zaken ideeën. And let those business ideas. En laat die zaken ideeën. Let them begin to flourish. Laat het beginnen te bloeien. Let your children flourish. Laat hun kinderen bloeien. Let your husbands flourish. Laat hun echtgenoten bloeien. Let your wives flourish. Laat hun echtgenoten bloeien. Let your job flourish. Laat hun banen bloeien. Father God, my helper. Vader God, mijn helper. Multiply the sowers. Vermenigvuldig de zaaiers. We pray to the eaters. We bidden voor de eters. Give bread. Geef brood aan de eters. To the eaters, God. Vader God. Those who need healing in their body. Zij die genezen nodig hebben in hun lichaam. I stand in the blood of Jesus. Ik sta in het bloed van Jezus. And in the authority of the name of en Jesus. De autoriteit van de naam van Jezus. Let them be healed today. Laat de genezing zijn vandaag. Let healing flow, my laat God. Genezing vloeien vandaag. Let them enjoy their lives. Laat ze genieten van hun leven. I bind principalities and powers. Ik bind overheden en machten. I bind them in the name of Jesus. Ik bind ze in de naam van those Jezus. Those that want to frustrate your people. Zij die uw volk willen frustreren. Father, my helper. Vader, mijn helper. Let them be frustrated. Laat ze gefrustreerd zijn. Let them be frustrated. Laat ze gefrustreerd zijn. Let the harvest come forth. Laat de oogst voortkomen. Let the harvest come forth. Laat de oogst voortkomen. Receive your thousand. Ontvang uw duizenden. Receive your thousandfold. Ontvang uw duizendvoudig. Receive your thousandfold. Ontvang uw duizendvoudig. Unlock today. Ik zet vrij vandaag. With the keys. Met de sleutel. To the house of David. Het huis van David. The overflow. Het overvloed. The overflow. De overvloed. Overflow of joy. Overvloed van vreugde. Overflow of happiness. Overvloed van blijdschap. Overflow of peace. Overvloed van vrede. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Somebody who loves Jesus shout. Iemand die van Jezus houdt, roept uit. I receive my thousand. Ik ontvang mijn duizenden. I receive my thousand. Ik ontvang mijn duizenden. I receive my thousand. Ik ontvang mijn duizenden. Something just broke loose. Iemand net vrijgekomen. Something just broke loose. Net iets vrijgekomen. Any which holding your finances. Als wat die financiën tegenhoudt. We press fire. We zetten vuur. Against the hand of that witch. Tegen de hand van die heks. Let your money be loose. Laat uw geld vrijgezet worden. Let your new job be loose. Laat een nieuwe baan vrijgezet worden. Let your business be loose. Laat uw zaak vrijgezet let worden. Let your overflow be loose. Laat uw overvloed vrijgezet worden. Oh, I see the windows. Ik zie de ramen. The windows of heaven. De ramen van de hemel. They are open this day. Ze staan open deze and dag. I see the latter rain. En ik zie de latere regen. I see the latter rain. Ik zie de latere regen. Somebody said, let the rain fall. Let the rain fall. Laat de regen vallen, laat let de regen vallen. Fall, let the laat rain de regen fall. Vallen, laat de regen I vallen. I see somebody walking in the rain. Ik zie iemand wandelen in de the regen. The rain of favor. De regen van the gunst. The rain of overflow. De regen van overvloed. The rain of blessings. De regen van zegeningen. The rain of healing. De regen van genezing. The rain of peace. De regen van gebreden. It's coming to your kisten. Het komt naar u toe kisten. It's coming to your kisten. Het komt naar je kisten. Somebody receive it. Iemand ontvang het. I'm telling you, I see the angels. Ik zie de engelen. The angels of overflow. De engelen van overvloed. The angels of blessings. De engelen van zegeningen. They are looking for somebody. Ze zijn op zoek naar iemand. Let the angel. Laat de engelen. Who visited Mary? Die de Maria's hebben bezocht. Let the angel visit you. Laat de engel u bezoeken. With good news. Met goed nieuws. With good news. Met goede nieuws. Somebody say I receive the iemand angels zegt, of good news. Ik ontvang de engelen van goed nieuws. I receive the angel of good news. Ik ontvang de engelen van goed nieuws. Any bad news. Ieder slechte nieuws. Any bad news. Ieder slechte nieuws. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Via kapala zua. Via kapala zua. Via kapala zua. We bind the angels. We binden de engelen. The angels of bad news. We
van slecht nieuws. We send you back. We sturen je terug to that pit of hell. Naar de put van de hel. Where you came from. Waar je uit bent gekropen. With your bad news. Met jouw slecht nieuws. Any bad news. Ieder slecht nieuws. That came through our dreams. En door onze droom gekomen. We reject the bad news. We wijzen het slechte nieuws af. We reject the bad news. We wijzen het slechte nieuws af. Any bad news. Ieder slecht nieuws. That came through prophetic words. Dat komen niet door profetische woorden. We reject it in the name of Jesus. We wijzen het af in de naam van Jezus. We bind the effect. We binden het effect. We bind the manifestation. We binden die manifestatie. We rebuke it. We vermanen het. Any angel of death. Ieder engel van dood. Any angel of death. Ieder engel van dood. The Lord rebukes you. De Heer vermaan jou. The blood is against het bloed is tegen jou. We apply the blood. We plaatsen het bloed van we Jezus. Apply the blood. We plaatsen het bloed van Jezus. There shall be no death. Er zal geen dood zijn. Not in my family. Niet in mijn familie. Not in this church. Niet in deze kerk. Not in your family. Niet in uw familie. I see the glory of God. Ik zie de glorie van let de Heer. The power of God. Laat de macht van God. Verspreid de power, van de macht. Of any voodoo. Van ieder voodoo. Of any hex. Van iedere heks. Of any jinx. Of iedere jinx. Of any witch. Van iedere heks. Of any warlock. Van ieder warlock. Sent against us. Dat tegen ons gestuurd what is. What are they waiting for? Waar wachten zij op? Let the earth open. Laat de aarde open let gaan. The earth open. Laat de aarde open let gaan. The earth open. Laat de aarde open gaan. Swallow the evil. En het kwade opslokken. Swallow evil agent. Kwade agent gaat opslokken. What are you waiting for? Waar wacht je op? What are you waiting waar for? Waar wacht je op? We command the earth. We bevelen de aarde. We command the earth. We bevelen de aarde. Let the earth open. Laat de aarde open gaan. Swallow. En opzwogen. Power. In de demonische macht. Hekserij macht. Monitoring spirit. Monitoren de geesten. Let them be swallowed. Laat ze opgeslokt let worden. Let them be swallowed. Laat ze opgeslokt you worden. Spirit of death. Jij geest van dood. We bless the blood. Wij plaatsen het bloed. We bless the blood. Wij plaatsen het bloed. Between you and us. Tegen jou en ons. For it is written. Want er staat geschreven. I will live. Ik zal leven. I will live. Ik zal leven. En niet sterven. And proclaim. En proclameren. The glory of God. De glorie van somebody God. Somebody say fire. Iemand zegt vuur. Woo. Halleluja. Halleluja. Glory to Jesus. Glorie aan Jezus. Glory to Jesus. Glorie aan Jezus. In this month, in deze maand, that we are looking, dat wij kijken, what is in our hands, wat er in onze handen is. Somebody said no power, iemand zegt geen macht, no demon, geen demon, no principality, geen overheden, shall be able to stop me, zal bij macht om mij tegen te houden. Because greater, want groter, is he, is hij, that is in me, dat in mij is, than he that is in the world, dan hij in de wereld is. The same spirit, dezelfde geest, the same spirit, dezelfde geest that raised Jesus from the dead, dat Jezus uit de dood hebt doen that opstaan, same spirit, datzelfde geest, he lives in me, hij leeft in mij, he walks with me, hij wandelt met mij, he talks with hij me, spreekt met mij. Therefore today, en daarom vandaag, sta ik op, I arise, ik sta op, with wings like an eagle, met vlucht als een adelaar, with wings like an eagle, met vlucht als een somebody adelaar. Shout, I'm a winner. Iemand roept, ik ben een winnaar. I am a winner. Ik ben een winnaar. I am victorious. Ik ben overwinnaar. I am successful. Koraba successful. Koraba sonde. Koraba shata. Kotoroba se. Somebody clap for Jesus. Iemand applaudisseert voor Jezus. We invoke the power of God. Wij roepen de macht van God aan. Anything in this house. Als in dit huis. Any power. Iedere macht. Trying to resist. Dat probeert te weerstaan. The harvest. Het oogst. That God has for us. Dat God voor ons heeft. We bind it and rebuke it. Wij binden en vermanen het. We bind you and rebuke you. We binden en vermanen jou. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. No weapon formed against Zion. Geen wapen tegen Zion gesmeed is. No weapon formed against Zion. Geen wapen tegen ons. And the leaders of this house. En de leiders van dit huis. Somebody say no weapon. Iemand zegt geen wapen. Formed against us. Dat tegen ons gevormd is. Shall prosper. Zal voorspoedig zijn. We decree and declare. Wij verklaren ons teken uit. The glory of the latter house. De glorie van het latter huis. The glory of this house. De glorie van dit huis. Shall
be greater. Zal groter zijn. That of the former dan dat van de vorige huis. The glory in my house. De glorie in mijn huis. The glory in my children. De glorie in mijn kinderen. Shall be greater. Zal groter zijn. Than that of the former. Dan dat van de vorige. That of the former. Dan dat van de vorige. We receive the glory. We ontvangen de glorie. We receive the latter. We ontvangen glory. De latere huis glorie. Father, show us your glory. Vader, toon ons uw glorie. Show us your glory. Toon ons uw glorie. Give your angels charge. Geef engelen macht. Give your angels charge. Geef engelen macht. Over my life. Over mijn leven. Over my children's over mijn life. Kinders leven. Over my church. Over mijn kerk. Over my city. Over mijn stad. Let the angels of the Lord. Laat de engelen van de Heer. Let them be put to work. Laat aan het werk gezet worden. Let them be put to work. Laat aan het werk gezet worden. Let the angels of the Lord. Laat de engelen van de Heer. Begin to fight our battles. Beginnen voor onze strijden. In the heavenlies. In de hemelse gewesten. In the heavenlies. In de hemelse gewesten. My Father, my helper. Mijn Vader, mijn helper. We depend on you. Wij leunen op u. We depend on you. Wij verwachten het van u. Father, heal our children. Vader, genees onze kinderen. Deliver our children. Bevrijd onze kinderen. Oh, circumcise our children. Besnijd onze kinderen. Encounter our children. En raak onze kinderen aan. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Somebody who loves Jesus. Iemand die van Jezus houdt. Shout a big hallelujah. Roep een grote halleluja. Shout a big hallelujah. Roep een grote halleluja. Shout a big hallelujah. Roep een grote halleluja. Halleluja. Glory. Clap for Jesus. Applaudisseer voor Jezus. Thank you, Father. Dank u, Vader. In Jesus' name. In de naam van Jezus. Thank you, Brother Peter. Dank u, Broeder Peter. You can go to the youth service. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Anybody blessed to be in the house of the Lord? Is iemand gezegd om in het huis van de Heer te zijn? Oh, glory to Jesus. Glory aan Jezus. Oh, glory to the master. Glorie aan de meester. Oh, glory to the king. Glorie aan de koning. We love you, Lord. We houden van u, Heer. We magnify you, Lord. Wij maken u groot, Heer. Oh, come on, glorify it. Geef hem eer. My God. Mijn God. My savior. Mijn redder. And my king. En mijn koning. You are worthy, Lord. U bent waardig, Heer. You are worthy, Lord. U bent waardig, Heer. You are worthy. U bent waardig, Heer. You are worthy, Lord. U bent waardig, Heer. You are magnificent. U bent groot, Heer. I just feel a joy in my spirit. Ik voel een vreugde in mijn geest. So was my God. Aan mijn God. I feel a joy. Ik voel een vreugde. Joy in the house. Vreugde in het huis. Joy in the Holy Ghost. Vreugde in de Heilige Geest. Thank you, God Almighty. Dank u, God Almachtig. For being with us. Dat u met ons bent. Oh, glory to Adonai. Glorie aan Adonai. Thank you, Father. Dank u, Vader. Father, we bless you. Vader, wij zegenen u. We give you praise. Wij geven u lofprijs. We give you glory. Wij geven u glorie. We give you thanksgiving. Wij geven u dankzegging. And we give you adoration. En wij geven u adoratie. Father, have your way. Vader, ga uw gang. Father, build your church. Vader, bouw uw kerk. Build your people. Bouw uw volk. Not only this house. Niet alleen dit huis. But worldwide. Maar wereldwijd. Worldwide. Wereldwijd. Build your church. Bouw uw kerk. Strengthen your bride. Bekrachtig uw bruid. Cover your bride. Bedek uw bruid. Thank you, Adonai. Dank u, Adonai. For the God that you are. Voor de God die u bent. We worship and bless you. Wij aanbidden u en zegenen in u. Jesus name. In de naam van speak Jezus. To us today. Spreek tot ons vandaag. As we speak your word. Terwijl wij uw woord spreken. And examine your word. En uw woord onderzoeken. Father, speak to us. Vader, spreek tot ons. Speak to your people. Spreek tot uw volk. Those on Facebook. Degene op Facebook. Those in here. Degene hier binnen. Those who will watch the replay. En degene die naar de replay zullen kijken. Those on Clubhouse. Zij op Clubhouse. Those on YouTube. Zij op YouTube. Father, touch us. Vader, raak ons do aan. Do something new. Doe iets nieuws. Hallelujah. Hallelujah. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Something new
something new. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord. Hallelujah. Let's go to Isaiah 54. Laten we gaan naar Jesaja 54. We are still busy with our series. What do you have in your hand? We zijn nog druk bezig met onze serie. Wat heeft u in uw hand? That's what God asked Moses. En dat vroeg God aan Mozes. Hallelujah. Glorie. And I tie to the subject for today. En de onderwerp van vandaag heb ik als titel gegeven. There is more in you. Er is meer in u. We are still thinking about what do we have in our hand. We zijn nog steeds aan het overdenken van wat hebben we nou in onze handen. But as a subtitle, maar als subtitel, I want to talk to us. Wil ik tot ons spreken. About knowing the more in us. Over het meer in ons weten. There is more in you than you think. Er is meer in u dan u denkt. There is more in you than you know. Er is meer in u dan u weet. And you must allow God in this season. En u moet God toestaan in dit seizoen. To expose that which is not seen yet. Om dat te openbaren datgene wat nog niet gezien to is. To expose that which is not visible yet. Om te openbaren datgene wat nog niet duidelijk te zien is. Last week on Thursday I talked about Psalms 46. Vorige week op donderdag heb ik gesproken over Psalmen 46. And we began to review the scripture that says. En we begonnen het schriftgedeelte te onderzoeken dat het zegt. There is a river. Er is een rivier. Amen. Amen. And the streams thereof. En de stromen daarvan. Makes glad. Maken blij. The city of God. De stad van God. Are you with me? Bent u met mij? It says there is. It says there is a river. Er staat, er zegt er is een rivier. And the city thereof. En de stad daarvan. Makes glad. Maakt blij. The streams thereof. De stromen daarvan. Sorry, make glad. Maken blij. The city of God. De stad van God. And as we begin to think about what we have in our hands. En terwijl we beginnen na te denken over wat wij in onze handen hebben. What I want to do today is shift our mindset. Wat ik vandaag wil doen is onze gedachtegang verschuiven. And bring our eyes. En onze ogen brengen. To the dimension. Naar de dimensie. That we can understand. Dat wij kunnen begrijpen. That there is truly more in us. Dat er waarlijk meer is in ons. So let's go to Psalms 46 verse 4. Dus laten we weer gaan naar Psalmen 46 vers 4. We already touched on this, but you know we always want to digest the word. We hebben het al aangeraakt, maar we willen altijd zorgen dat het woord goed zakt. This word is blessing me in so many ways. Dit woord is mij aan het zegenen in zoveel manieren. Because when I began to examine the river. Want toen ik de rivier begon te onderzoeken. It's very important when God showed me. Het is erg belangrijk, want toen God mij toonde. That the river was consist of many streams. Dat de rivieren bestond uit verschillende stromingen. And in the first place, I saw God as the river. En ten eerste plaats zag ik God als de rivier. I see God as that river. En ik zie God als dat als die rivier. And God has many streams. En God heeft vele stromen. Which means God has many children. Dat betekent God heeft vele kinderen. So in essence, in the first place, I am a stream from God. Dus in essentie, ten eerste ben ik een stroom van God. Oh, come on now. Kom op nou. You need to understand you come from God.
U moet begrijpen, u komt van God. So Jesus says, I am the true vine. Dus Jezus zei, ik ben de ware wijnstronk. And my branches, that's you. En mijn takken, dat zijn jullie. So you see, God is the river and the true vine. Dus ziet u, God is de rivier en ook de ware wijnstronk. In the place of the true vine, we are the branches. In de plaats van de ware wijnstronk zijn wij de takken. We are the branches from the true vine. Wij zijn de takken van de ware wijnstronk. We are the branches from Jesus. Wij zijn de takken van Jezus. It means we are the extensions of Jesus. Dat betekent wij zijn de expansie van Jezus. Through us, Jesus Christ multiplies himself. En door ons heen vermenigvuldigt Jezus Christus zichzelf. So he has many branches. Dus hij heeft vele takken. And God is the river. En God is de rivier. Just like you see, the true vine has branches. En net als de ware wijnstok verschillende takken heeft. Now you see the river has streams. Nu ziet u dat de rivier stroming heeft. So if God is the river, dus als God de rivier is, and he has many streams, en hij heeft vele takken, which is you and I, en dat ben u en ik, and Jesus is a true vine, en Jezus de ware wijnstronk, and he has many branches, en hij heeft vele takken, which is you and I, en dat ben u en ik. Is somebody hearing me? Hoort iemand mij? Why will you want to just be a tree? Waarom zou je gewoon een boom willen zijn? Or a true vine? Of een ware tak? Without branches. Zonder takken, stronk zonder takken. We need to be like our father. Want wij moeten zijn zoals onze vader. We need to be like our master. Wij moeten zijn zoals onze meester. If he has a tree. Als hij een boom heeft. And he expanded by having many branches. En hij verbreedt het door vele takken te geven. And even on those branches there are leaves. En zelfs op die takken zijn er weer bladeren. And even on those leaves there are fruits. En ook op die bladeren zijn er weer vruchten. Why will you want to be limited? Waarom zou u gelimiteerd willen zijn? Somebody says it's time to expand. Iemand zegt het is een tijd om te groten. It's a time to grow bigger. Het is een tijd om groter te groeien. There is more in me. Er is meer in mij. There is more I can do. Er is meer dat ik kan doen. Is somebody with me today? Is iemand met mij vandaag? So you even see the river. Dus u ziet zelf de rivier. The river was not comfortable to by just being a river. De rivier was niet comfortabel om gewoon een rivier te zijn. But the river began to burst forth. Maar de rivier begon voorwaarts te barsten. The river began to break through. Het begon door te breken. And the river began to burst out streams. En de rivier begon stromen uit te baren. Somebody say, I'm going to burst out streams. Iemand zegt, ik zal stromingen uitbaren. I'm going to burst out branches. Ik zal takken uitbaren. I'm going to expand. Ik zal vergroten. Is somebody with me? Is iemand met mij? How many of you know that in a river there are many things? Hoeveel van jullie weten, in rivier zijn vele dingen. There are different dimensions. Er zijn verschillende dimensies. You will see there are fishes in a river. U ziet, er zijn vissen in de rivier. There are different things in a river. Er zijn verschillende dingen in de rivier. You will see some stones. U ziet wat stenen. You will see all kind of different things in a river. U ziet allerlei soorten verschillende dingen in de rivier. And there are death. En er is aarde. No, death. Dood. Death. En er is ook diepte. Yes, diepte. Amen. In a river. In een rivier. That's who we are. En dat zijn wij. When you go into a river, you are refreshed. Als je in een rivier stapt, dan word je verfrist. Sometimes the streams of a river in some countries. En soms zijn de stromen van een rivier in sommige landen. Is what gives people water to live on. Is wat mensen water geeft om op te leven. Come on, say I am a life giver. Zeg, ik ben een levensschenker. I am a resource. Ik ben een resource. And within me. Ik ben een bron en binnenin mij there are resources. Zijn er bronnen. Oh, come on, somebody need to capture. Iemand moet dit vatten. There are resources. Er zijn bronnen. Sometimes people ask me. Soms vragen mensen aan mij. Apostle, how come you do so much? Apostel, hoe komt het u zoveel doet? Because also, even though I am a stream in God. Want al ben ik een stroom in God. I am also a river. Ben ik ook een rivier? Oh, come on now. You need to hear me now. Je moet me goed horen. Because I taught you the last time that you are a seed. Want vorige keer heb ik u verteld, u bent een zaad. So you, God saw you into the life of people to be a blessing. En God zaait u in de leven van mensen om een zegen te zijn. But at the same time you are a soil. En tegelijkertijd bent u ook aarde. So God makes people to sow into you. En God zorgt ervoor dat mensen in u zaait. And there is a harvest. En er is ook een oogst. So it's the same way you are a stream. Dus op dezelfde manier bent u een stroom. And at the same time you are a river. En tegelijkertijd bent u een rivier. To some people you are the stream. Voor sommige mensen
mensen, bent u de stroom. How many of you know that Apostle Clareville is a river? Hoeveel weet Apostel Clareville is een rivier? That's why the stream is Prophetess Sally. En daarom is de stroom Prophetess Sally. I have a stream, Apostle Minister Rita. Ik heb een stroom, Minister Rita. I have another stream, Evangelist Sandra. Ik heb nog een stroom, Evangelist Sandra. All the people God is birthing out from my spirit, those are streams. Al de mensen die God uitbuit uit mijn geest, dat zijn stromingen. But at the same time, I am a stream also from God. En tegelijkertijd ben ik ook een stroom van stroming van God. But because God loaded me with so much, maar wat God mij geladen heeft met zoveel, I stopped being a stream. Ben ik gestopt om mensen alleen een stroming te zijn, and I become a river. En ik werd een rivier. Okay, let me give you the picture now to understand. Ik zal u een beeldvorming geven zodat u kan begrijpen. Many streams come out of a river. Vele stromingen komen uit een rivier. But the stream have a way of meeting again in one place. En de stromingen hebben een manier om op een gegeven moment weer bij elkaar te komen. And if all the different streams come together, en als alle verschillende stromingen bij elkaar komen, they stop being a stream and become a river. En zijn ze gestopt om een stroming te zijn en ze worden een rivier. Come on. Now, it takes many streams to make a river. Het heeft vele stromingen nodig om een rivier te maken. And it takes one river to make many. En het neemt één rivier om vele stromingen te maken. Come on now, somebody, you need to get this picture tonight. Zie deze beeld. It takes one river to make many streams. Het neemt één rivier om vele stromingen te maken. But when the streams begin to come together, maar wanneer de stromingen weer bij elkaar beginnen te komen, they stop being a stream. Dan houden ze op een stroom te zijn. And they become a river. En ze worden een rivier. They become the picture of where they come from. Ze worden een beeld van waar ze vandaan zijn gekomen. That's why unity is important in the church. En daarom is eenheid van belang in we de kerk. We are never going to be a river. We zullen nooit een rivier worden. Until your stream join my stream. Totdat uw stroming met mijn vermenigvuld bij elkaar komt. Join my stream. En uw stroom met mijn stroming samenkomt. Your stream join my stream. En uw stroom met mijn stroom samenkomt. Together in the house of God. En samen in het huis van God. We become a river. Worden wij een rivier. We become powerful. Wij worden krachtig. That's why the Bible says. Daarom zegt de Bijbel. There is a river. Er is een rivier. That is God. En dat is God. The streams thereof. En de stromingen daarvan. That is you and I. Dat ben u en ik. Make glad. Maak een blij. The city of God. De stad van God. It means God is looking for all the streams. Dat betekent God is op zoek naar alle stromingen. To work together. Om samen te werken. When you begin to align together. Wanneer u samen begint te komen. You join your power with my power. U zet uw kracht met mijn kracht. You join your power with my power. U verenigt uw kracht met mijn kracht. We become a bigger power. Worden we een grotere kracht. And we begin to look like our father. Lijken op onze vader. Until we come together as streams, maar totdat we bij elkaar komen als stromingen. And become one big unit, en één grote eenheid wordt. We are never going to look like God. Zullen we nooit als God op God lijken. Because a river will never look like a stream. Want een rivier kan nooit op een stroming lijken. Until the rivers come together. Tot de rivieren bij elkaar komen. That's why the Bible says, daarom zegt de Bijbel. There is a river, er is een rivier. The streams thereof, de stromingen daarvan. Make glad the city of God. Maak een blij de stad van God. Why does it make the city of God glad? En waarom maakt de stad van God blij? The city of God is Zion. De stad van God is Zion. Zion is the spiritual city of God. En Zion is de geestelijke stad van God. So when all the streams come together, dus wanneer al die stromingen bij elkaar komen, they put their forces together. En ze zetten een kracht bij elkaar. There is joy in the house. Er is een vreugde in huis. Do you know why there is joy in the house? En weet je waarom er vreugde in huis is? Because when the God of Zion see all the streams together, wanneer de God van Zion alle stromingen bij elkaar ziet, he no longer sees streams. Ziet hij niet langer stromingen. He sees himself. Hij ziet zichzelf. He sees himself. Hij ziet zichzelf. There is joy in heaven. Er is vreugde in de hemel. When God can look at us. En God kan naar ons kijken. He said, I don't see individuals. Hij zegt, ik zie geen individuelen. But I see God. Maar ik zie God. I see myself. Ik zie mijzelf. Because all the parts come together. Want alle gedeelten komen bij elkaar. Until we all come together. En totdat we allemaal bij elkaar komen. We can never look like God. Kunnen we nooit op God lijken. Because the Bible makes us to understand. Want de Bijbel laat ons begrijpen. That God is the multifaceted one. Dat God de grote persoon is. God has different parts. Hij heeft verschillende gedeelten. He is a many-breasted one. Hij is een veelborstige persoon. It means when you are sick, he can breastfeed you. Als u ziek bent, kunt u borstvoeding geven. And bring healing in the
that place. En genezing brengen in die plaats. If you are hungry in your belly, als he has a breast. In de buik, dan heeft hij ook een borst voor. So we are the different breasts of God. Dus wij zijn de verschillende borsten van God. When we bring our different gifts together. En we brengen onze verschillende gaven bij elkaar. Because your healing breast. Want uw genezende borst. Is going to feed somebody else. Zal iemand anders voeden. Your prophetic breast. Die profetische borst. Is called to feed somebody else. Is geroepen iemand anders te voeden. So until we come together with all of our gifts. Dus zodat we bij elkaar komen met al onze gaven. The church is missing a breast. Dan mist de kerk een borst. The church is missing a breast. De kerk mist een borst. There is a business breast to God. Er is een zakenborst voor God. So God is looking for people. Dus God is op zoek naar mensen. Who are the stream of business? Die de stromingen zijn van zaken. And they come in the house of God. En ze komen samen in het huis van God. And begin to function like that stream. En begint te functioneren als een stroom. Every stream has a function. En deze stroom heeft een functie. You need to understand. Je moet begrijpen. Let me go back to me. Ga terugkomen naar mij. When you need a counselor, wanneer je raad nodig hebt, een raadsman nodig God hebt. God has placed part of His breast in me. God heeft een gedeelte van zijn borst in mij geplaatst. I am the many-breasted one. Ik ben de veelborstige. Because when you see me, want als u mij ziet, you need to see my father. Moet u mijn vader when kunnen you zien. Talk to me, als u met mij spreekt, you need to hear my father. Moet u mijn vader kunnen horen. When you need somebody to preach, wanneer iemand nodig heeft om te prediken, God placed that breast in me. God heeft die borst ook in mij geplaatst. There is also the stream of preaching. Er zijn ook stromingen van prediken. When you want to resurrect the dead, als je dood op wilt doen staan, God looked at me. God keek naar mij. He said, I will give you that breast. Hij zei, ik zal die borst ook geven. I will give you that stream. Ik zal die stroming ook geven. So I can function. Dus kan ik functioneren. In many dimensions. In verschillende dimensies. When you want a scribe, als je een schrijver nodig God hebt, God is a scribe. God is een schrijver. God never stopped writing. En hij stopt nooit met schrijven. He writes the whole Bible. Hij schrijft de hele Bijbel. And even now, en zelfs nu, he's still writing. Hij is nog steeds aan het schrijven. He's writing your life. Hij schrijft uw leven. He's writing my life. Hij schrijft mijn leven. He's writing even now. Hij is nog nu aan het schrijven. He said, I love that little girl. Hij zegt, ik hou van die kleine meisje. I love you, my daughter. Ik hou van u, mijn dochter. God is writing. En God is aan het schrijven. Everything you are doing. Als wat we aan het doen bent. So when he looked at Claire Reveal, dus als we naar Claire Reveal kijken. He said, I want to give her. Hij zegt, ik wil haar geven. One of my streams. Een van mijn stromingen. It is the writing stream. Het is de schrijversstroming. So he anointed me. Dus hij zalfde mij. With what we call. Met wat wij noemen. The scribe anointing. De schrijversalving. Somebody needs to hear me. Iemand moet mij horen. I am a river. Ik ben een rivier. And the stream thereof. En de stromingen daarvan. Maak hem blij. The city of God. De stad van God. Because when you need a scribe. Want als je een schrijver nodig I hebt. I am in the house. Ben ik in het huis. When you need an apostle. Als je een apostel nodig I hebt. I am in the house. Ben ik in het huis. When you need an evangelist. Als je een evangelist nodig I hebt. I am in the ik ben in het huis. When you need a teacher. Als je een onderwijs nodig hebt. I am in the house. Ik ben in het huis. That's why I can teach the word. En daarom kan ik het woord onderwijzen. And I can preach the word. En ik kan het woord prediken. When you need a prophetic voice. Als je een profetische stem nodig hebt. I am in the house. Ben ik in het huis. Why Claire Reveal? En waarom Claire Reveal? Because there is a river. Want er is een rivier. The streams thereof. En de stroming daarvan. The different gifts. De verschillende gaven. The different talents. De verschillende talenten. Is going to make glad. Zullen blij maken. The city of God. De stad van God. When you want a teacher. Als een onderwijzer nodig hebt. Hier kom ik. I have the anointing. Ik heb de zalving. Of my holy father. Van mijn heilige vader. He is a river. Hij is een rivier. I am a river. Ik ben een rivier. He has streams. Hij heeft stromingen. I have streams. Ik heb stromingen. He has glory. Hij heeft glorie. I have glory. Ik heb glorie. I know who I am. Ik weet wie ik ben. I know who I am. Ik weet wie ik ben. You can bring me down. U kan mij niet neerhalen. You can pull me down. U kan mij naar beneden trekken. I was born for this. Ik ben hiervoor geboren. To go higher. Om hoger te gaan. To go higher. Om hoger te gaan. To go higher. Om hoger te gaan. Because there is a river. Want er is een rivier. And I know my river. En ik ken mijn rivier. When I'm hungry. Als ik honger heb. Take me to my river. Neem mij naar mijn Take rivier. Me to Jesus. Neem mij naar Jezus. Take me to Elohim. Neem mij naar Elohim. He is my rock. Hij is mijn rots. There is a river. Er is een rivier. There is a river. Er is een rivier. There is a river. Er is een rivier. You can't limit yourself. U kunt jezelf niet limiteren. You can't. Dat kunt u niet. If you understand. Als u begrijpt. The other day I was speaking to somebody. Vorige keer was ik met iemand aan het spreken. They came to look for my mentorship. Ze kwamen op zoek naar mijn mentorschap. I said, do you know something? Ik zeg, weet u iets? Intercession. Intercessie. Is the mantle of Jesus. Is een mantel van Jezus. And I have a revelation with that. En ik heb daar de openbaring mee. But there is also the mantle of God.
Maar er is ook een mantel van God. There is a mantle of God. Er is een mantel van God. The essence of God. De essentie van God. The power of God. De macht van God. The glory of God. De glorie van God. So I don't just put on Christ. Dus ik zet niet alleen Christus op. But I put on God. Maar ik doe ook God aan. The Bible says in the beginning. De Bijbel zegt in het begin. There was the word. Daar was het woord. The word was with God. Het woord was met God. The word is God. Het woord is God. So when I put it all together. Dus als ik het allemaal bij elkaar zet. It comes back to God. Komt het weer terug op God. It comes back to my het komt terug op mijn vader. So I put on God. Dus ik zet God door we aan. We need anything in this season. Er is nodig in deze seizoen. You need to put on God. Je moet God aandoen. You need to put on Christ. Je moet Christus aantrekken. The devil is coming. De duivel komt. Like a roaring lion. Als een bliezende leeuw. We need to put on God. Maar we moeten God aantrekken. When you come to look for me, als u mij komt zoeken. You're going to see God. U zult God zien. You're going to see my God. U zult mijn God zien. You're going to see my father. U zult mijn vader zien. You can throw the bullet. U kunt de kogel but sturen. Says, maar de Bijbel zegt. The Lord is my shepherd. De Heer is mijn herder. The Lord is my shield. De Heer is mijn herder. The Lord is my anchor. De Heer is mijn the anker. The Lord is my guide. De Heer is mijn. The Lord is my light. Is mijn gids en mijn the licht. The Lord is my glory. De Heer is mijn glorie. The Lord is my power. De glorie is he mijn macht. Say, I will contend. Hij zegt, ik zal bevatten. With them that contend with you. Met zij die tegen u vechten. I'm gonna fight them. Ik zal met hen bestrijden. Why God? Waarom God? Because I am a river. Want ik ben een rivier. Jehovah Gibor. Jehovah Gibor. I will fight for you. Ik zal voor u strijden. I will stand for you. Ik zal voor u staan. I will battle for ik zal strijden voor I u. Come to talk ik kom te about u zeggen. The river. Over de rivier. And all the streams. En al die stromingen. And I come to activate en ik kom te activeren. The river in you. De rivier in the u. Streams in you. De stromingen in u. Do you know what you have? Weet u wat u I hebt? Come to tell ik kom aan iemand te vertellen. There is more in you. Er is meer in there u. Is more in er me. Is meer in mij. You may see me. U ziet mij misschien. I'm just a river. Als gewoon een rivier. But when I begin to move, wanneer ik begin te bewegen. I'm forming streams. En van ik vorm stromingen. I'm forming streams. Ik vorm stromingen. I'm forming streams. Ik vorm stromingen. Somebody said, let me move. Iemand zegt, laat mij bewegen. When I move, waarom bewegen? You will see extension. U zult you will see my branches. U zult mijn takken zien. You will see everything. En u zult alles zien. You will see. Jezus, u zult zien. What God? Mijn God. Has in me. Heeft in mij. I come to tell somebody. Ik kom iemand te zeggen. There is more in you. Er is meer in u. There is more in you. Er is meer in u. There is more in you. Er is meer in u. There is more in you. Er is meer in u. There is more in you. Er is meer in u. There is more in you. Er is meer in u. Are you hearing me? Hoort u mij? There is more. Er is meer. You need to change your mindset. Je moet uw gedachtegang veranderen. Because you only see a river. Want u ziet alleen een rivier. But you've never seen the streams. Maar u heeft nooit de stromingen gezien. Are you with me? Bent u met mij? The river has more. De rivier heeft meer. Has streams. Heeft stromingen. Not one. Niet één. Do you know how many streams are locked in you? Weet u hoeveel stromingen in u gesloten zijn? But how many of them have you activated? Maar hoeveel daarvan heeft u geactiveerd? Some of you women, they say you are only good for cooking. Sommige jullie vrouwen zeggen je bent alleen maar goed voor koken. And so you are functioning in one stream. En dus functioneert u in één stroming. Married. Getrouwd. Make babies. Babies maken. Cook. Koken. And that's it. En daar houdt het mee op. You think that's all you are. En u denkt dat alles is wat u bent. You think that's all you are. U denkt dat alles is wat u bent. There is more in you. Maar er is meer in u. There is more in you. Er is meer in u. So the scripture. Dus het schriftgedeelte. We already talked about Psalms 46 verse 4. We hebben nog gesproken over Psalmen 46 vers 4. There's a river. Dat is een rivier. If nobody gets this, you get it. Als niemand dit ontvangt, u ontvangt het. There is a river. Er is een rivier. The streams. De stromingen daarvan. Make glad. Maken blij. The city of God. De stad van God. And by the way, you are the city of God too. En trouwens, u bent ook de stad van God. You want to be happy. U wilt blij zijn. But you are not using all the resources. Maar u gebruikt niet alle vaten. That God has placed within you. Wat God in u geplaatst heeft. And you wonder why you are still sad.
En u vraagt zich af, waarom bent u nog bedroefd? That's because destiny is calling you. Maar het komt om bestemming, u roept. Destiny is calling. Bestemming is u aan het roepen. Your power is calling you. Uw macht is u aan het roepen. The power of God in you is calling. De kracht van God in u is u aan het roepen. You will never be restful. U zal nooit veel rust hebben. Until you begin to birth out the streams. Totdat u de stromingen begint uit te baren. Birth out the streams. De stromingen begint uit te baren. A woman who is pregnant. En een vrouw die zwanger is. She is always restless and irritated until she gives birth. Ze is altijd rusteloos en geïrriteerd totdat ze geboorte geeft. Some of you will only find true peace. En sommige van jullie zullen pas ware vrede vinden. When you tap into the power of you. Wanneer u wat neemt in de kracht dat in u is. And begin to birth out. En het begint uit te baren. The different rivers. De verschillende rivieren. The different streams. De verschillende stromingen. And then he makes glad. En dat maakt blij. The city of God. De stad van God. I am the city ik ben of God. De stad van God. Every time I do something for God. Iedere keer als ik iets doe voor God. Joy comes to my heart. Komt vreugde naar mijn hart. Because there is fulfillment. Want er is vervulling. In doing the things that God called. In de dingen doen wat God je voor geroepen when heeft. When I write a book. Als ik een boek schrijf. Something happens to my spirit. Er gebeurt iets in mijn geest. It builds me up. Het bouwt me op. Out my river. Ik heb mijn rivier uitgebaard. Out my river. Ik heb mijn rivier uitgebaard. When I do mentorship, als ik mentorschap heb gedaan, that's another river. Dat is weer een andere rivier. Something happens to my spirit. Er gebeurt iets in mijn geest. The city of God, de stad van God. Who is Claire Reveal, die Claire Reveal is. It gets gladdened. Wordt verblijd. Get gladdened. Wordt verblijd. Because there is a river. Want er is een rivier. The streams, en de stromingen. The different resources, de verschillende resources. They were given to me, dat aan mij gegeven zijn. To bring joy in my om vreugde in mijn leven te brengen. Give it back to him. En ik geef het terug aan hem. Woo! Glorie. There is a pain. Er is een pijn. And sadness. En droefheid. That covers people. Dat mensen bedekt. When they can't birth out their rivers. Wanneer ze hun rivieren niet kan you uitbaren. See always angry. Dan zien ze zijn altijd boos. Frustrated. Gefrustreerd. Complaining. En klagen. Bitter. Bitter. Because verbitterd. Omdat the supernatural in them is telling them, het bovennatuurlijke in hen vertelt aan hen. There is more in you. Er is meer in u. Don't settle for less. En neem niet voor minder. So something is them. Dus er is iets. Is restless. Is rusteloos. Oh, may that restlessness. Maar mogen die rusteloosheid. May it force you to birth. Mogen u dwingen om geboren te may doen. May it force you to birth. Mag het u dwingen om geboren te may doen worden? Force you to discover. Mag het u dwingen om te ontdekken? What is that river? Wat is de rivier? That God cannot leave me. Dat God mij niet met rust and laat. He keeps poking me. En hij blijft me poken. He keeps calling me. Hij blijft me roepen. You must birth out that river. Je moet die rivier geboren doen you worden. Must birth out that thing. Je moet dat ding uitbaren. I feel the birthing pains. Ik voel de baringspijnen. Somebody needs to birth it out. Iemand moet geboren doen worden. Somebody needs to travail. Iemand moet er op de brest staan. Somebody need to cry out. Iemand moet het uitroepen. Father, my father. Vader, mijn vader. Birth it out of me. Maak het geboren worden uit mij. Birth it out of me. Laat het uit me gebaard worden. This thing in my spirit. Het is nog steeds in mijn geest. Father, birth it out of vader, me. Laat het geboren worden uit mij. You need to cry out. Je moet het uitroepen. You need to cry out. U moet het uitroepen. You need to cry out. U moet het uitroepen. There is a pregnancy. Er is een zwangerschap. But you must reveal. Maar u moet op de brest staan. Don't waste your time in this season. Vergooi uw tijd niet in deze seizoen. In unnecessary things. Met onnodige dingen. Unnecessary people. Onnodige mensen. Unnecessary things in your mind. Onnodige gedachtegang. Satan is lying to you. Satan liegt tot u. And you are buying it. En u koopt het, u neemt het. Who has time for his lies? Wie heeft tijd voor zijn leugens? When there is a river. Terwijl er een rivier is. And the stream thereof. En de stromingen daarvan. Oh, give me the streams, God. Vader, geef mij die stromingen. Give me the streams, God. Geef mij die stromingen, God. To make glad. Om blij te maken. The city of de stad van God. Oh, God robbe. And I wanted to give us. En ik wilde aan ons geven. The scripture I have also. De andere schriftgedeelte die ik ook heb. Isaiah 54. Jesaja 54. Vers 2. Vers 2. And 3. En 3. I told you it's time to expand. Ik heb je verteld, het is tijd om te verbreden. Now that you know that there is a river. En nu dat u weet dat er een rivier is. And there is a true vine. En er is een ware wijnstronk. The river did not stop at being a river. De rivier is niet gestopt om een rivier te zijn. It extended, enlarged itself. Hij heeft zich vergroot. It enlarged its territory. Hij heeft zijn territorium vergroot.
to streams. Aan stromingen. Yeah, I am a cook. And you are cooking from the day your mother delivered you to today. Ja, ik ben een kok en je bent aan het koken vanaf je moeder je geboren hebt doen worden tot en met vandaag. What about all the other things? Maar wat aangaande al die andere dingen? Which is locked in you. Die gesloten zijn in u. If your father is the many-breasted one. Als uw vader de meerborstige is. And he is a river that produces streams. En hij is een rivier dat stromingen voortbrengt. Why would you want to settle with one thing? Waarom zou u willen genoegen nemen met één ding? You have his capacity. U heeft zijn capaciteit. Because the Bible says he's made us in his image and his likeness. De Bijbel zegt hij heeft ons gemaakt in zijn beeld en lijkenis. It means we ought to look like him, talk like him, walk like him, create like him, perform like him. Dat betekent we moeten op hem lijken, zoals hem wandelen, zoals hem spreken, creëren als hem en als hem om voordoen. But if we don't embrace what is already ours. Maar als we niet omhelzen wat al van ons is, we are always going to live in limitation. Zullen we altijd in limitaties leven? And that's why the church has killed a lot of ministers. En daarom heeft de kerk heel veel ministers gedood. We bind them in one thing. We binden ze in één ding. You are a preacher, so just preach and take care of the sheep and shut up and be broke and die sick. U bent prediker, dus zorg voor de schapen, predik en hou je mond dicht en ga dood met ziekte. And many ministers have died like that. En vele ministers zijn zo gestorven. But even Jeremiah, God didn't say just go and preach. Maar zelfs Jeremiah, God zei niet van ga alleen maar prediken. He put his word in his mouth, no doubt. Hij heeft deze woorden in zijn mond gezet zonder twijfels. He said, but I will send you. Hij zei, maar ik zal u sturen. That's the apostolic. Dat is de apostolisch. He was not only prophetic. Hij was niet alleen profetisch. He was apostolic. Hij was ook apostolisch. He said, you will build some. Hij zei iets bouwen. So it means he was going to be doing something. Dus hij zou iets dingen gaan doen. You can't build some just by sitting in a corner. U kunt niet bouwen door in een hoekje te blijven zitten. He says some you will break down. Hij zegt sommige dingen zul je afbreken. You can't break down just by sitting in the temple. En je kan niks afbreken door in de tempel te blijven zitten. So God was telling there's more in you. Dus God zei eigenlijk tegen hem, er is meer in u. You will speak my word, but you will do some other things also. U zal mijn woord spreken, maar je zal zeker ook andere dingen doen. Are you with me? Bent u met mij? Are you with me? Bent u met mij? He said, okay, since you are a prophet, just stay and begin every day. Thus say the Lord. He said, no, you will do some things. Hij heeft niet gezegd van u bent profeet, u zal elke dag gaan zitten en zeggen. Dus heeft de Heer gezegd, nee, hij zal ook dingen gaan doen. Are you with me? Bent u met mij? There was even a time the Lord said to him, buy a land. Hij was zelfs een tijd dat God tegen hem zei, koop een land. Broke people don't cannot be buying. Mensen die blut zijn, kunnen niet dingen zo kopen. Hello. Hello. Am I lying? Didn't God ask him to buy? Heb God hem niet gevraagd om te kopen? Hello. Hallo. How are you going to buy? En hoe gaat u dan kopen? You see how the church has kept pastors. Ziet u hoe de kerk pastors hebben vastgehouden? And they say, this is the one thing, just do this one thing and die and just... leave nothing. Dat is de ene ding, doe dat ene ding en sterf en laat niks achter. But even this good God himself, maar zelfs deze goede God zelf, he says a good man, hij zei een goede man, leaves an inheritance, laat een erfenis achter, to his children's children, voor zijn kinderen's kinderen. How are you going to leave an inheritance that you don't have? En hoe gaat u een erfenis achterlaten die u niet hebt? To read the Bible and ask questions. Je moet de Bijbel lezen en vragen stellen. If I'm just supposed to sit here and prophesy from now till Jesus comes, how am I going to be that good man who leaves an inheritance? Als ik gewoon hier zo moet zitten en blijven spreken tot God komt, hoe kan ik een goede man zijn die een erfenis achterlaat? What am I going to leave behind? Wat ga ik achterlaten? For my children to inherit. Voor mijn kinderen om te erven. And grandchildren. En mijn kleinkinderen. He said, a good man leaves an inheritance. Hij zegt, een goede man laat een erfenis achter. To get an inheritance, you need to work, you need to do something. En om erfenis te krijgen, moet u werken en iets doen. Are you with me? Bent u met mij? We need to come out of the box. We moeten uit de box komen. And think with our brains. En denken met onze hersenen. Are you with me? Bent u met mij? How are you going to bless? He said, feed the poor. Okay, with what are you going to feed the poor? Hij zegt, voed de armen, maar waarmee gaat u dat doen dan? The last time I checked, the gospel has not filled nobody's belly. De laatste keer dat ik keek, heb het woord niemands buik gevuld. It feeds their spirit. Het voedt hun geest. And God created the spiritual and the physical. En God heeft zowel het geestelijke als het natuurlijke fysieke gecreëerd. Even Jesus Christ, he spoke to them, then he fed them. Zelfs Jezus Christus, hij sprak tot hen en daarna voedde hij hen. If the spiritual was enough,
Why did Jesus, after spending that whole spiritual time with the people? Als het geestelijk alleen genoeg was, waarom zou Jezus na het heel die lange tijd met hem doorgenomen het geestelijke? Because when you are in the presence of Jesus, he's preaching to the crowd. Want wanneer je in de tegenwoordigheid van Jezus bent en hij predikt aan de menigte. This Jesus on earth was very anointed. Deze Jezus op aarde was erg gezalfd. He was the word. Hij was het woord. He's still the word. En hij is nog steeds het woord. Nobody can be the word or preach the word more than our Lord Jesus. En niemand kan het woord brengen of zo preken zoals onze Heer Jezus. And the people spent the whole day with him. En de mensen namen brachten de hele dag met hem door. And when they wanted to leave, the Bible says he saw them and had mercy and compassion on them. En toen hij weg wilde gaan, zegt de Bijbel, hij zag hen. Compassie voor hen. Because they were very hungry and weak. Want ze waren erg hongerig en ze waren zwak. He said, no, don't send them away hungry. They've been this whole time with me. Hij zei, nee, stuur ze niet hongerig weg. Ze zijn heel de tijd waren ze met mij. So he made his disciple to give them natural food after the spiritual food. Dus hij zorgde ervoor dat zijn discipelen hen natuurlijk voeding gaf na het geestelijke voeding. To get the natural food, even the disciples said, we don't have it and we don't have the money for it and the market is too far. En om de natuurlijke voeding te krijgen, zeiden dezelfde discipelen, we hebben geen geld om het te krijgen en de markt was te ver weg. So for Jesus to feed the people naturally, he needed something natural. Dus voor Jezus om het volk natuurlijk te voeden, had hij iets natuurlijks nodig. Thank God was a small boy in his church that day. En dank God dat een kleine jongetje was in zijn kerk die dag. With 5 loaves of bread. Met 5 broodjes. Natural bread. Natuurlijke brood. And natural fish. En natuurlijk vissen. You see? Ziet u? The natural and the spiritual go hand to hand. Ziet u? Het natuurlijke en de geestelijke gaan hand in hand samen. It would have been a trouble if that little boy wasn't there. Het zou een probleem geweest zijn als de kleine jongetje daar niet was. You see, all these spiritual people, we just need to focus on God. Yes, we must always focus on God. Ziet u al deze geestelijke mensen? We moeten alleen op God focussen. En ja, we moeten ook op God focussen. But after you are focused on God, what are you going to do to help the hungry? Maar nadat u gefocust was op God, wat gaat u doen om de hongerigen te helpen? He will show you something. Hij zal u iets natuurlijks tonen. Even to pay the tax, Jesus had to send the disciple to the fish with a gold coin in the mouth. Zelfs om de belasting te betalen moest Jezus de discipelen sturen om een gold coin or silver coin. Om een muntje uit de vis van de mond te halen. Are you with me? Mond van de vis. He had the supernatural. Hij had de bovennatuurlijke. But he had to have something physical to take care of the physical things. Maar dan moet ook iets fysiek hebben om te zorg te dragen voor de fysieke. You understand? Begrijpt u het? Somebody shout balance. Iemand roept balans. Ja. Evenwicht. Balance. Evenwicht. How was he going to pay Caesar? He said, give to Caesar what is due to Caesar. En hoe moest hij Caesar betalen? Hij zei, geef aan Caesar wat Caesar toebehoort. Did you see Jesus going to Caesar and preaching the kingdom of God is at hand? Zag u Jezus naar Caesar gaan en de prediker, de koning van God is nabij? Did you see? Heeft u dat gezien? Did he have to give him money? Moest hij hem niet geld geven? Hello. Hallo. Somebody said, church, wake up. Iemand zegt, kerk, word wakker. I'm going to be a chained person for Christ till Christ comes back. Ik zal een geketende persoon voor Christus zijn totdat Christus terugkomt. But I refuse to be bound by the church. Maar ik weiger gebonden te zijn door de kerk. Hello. Hallo. Ja. Yeah. Because there is more. Want er is meer. There is more through God. Er is meer door God. I'm not going to do anything that is not through God. En ik ga niets doen wat niet door God is. But through God I'm going to do everything that is through him. Maar door God zal ik alles doen wat door hem is. Amen. Amen. But it starts with me changing my mindset. Maar het begint dat ik mijn gedachtegang verandert. And see the things the way God wants me to see. En de dingen zien zoals God wil dat ik ze zie. Are you with me? Bent u met mij? Hallelujah. Glory. God is giving ideas. God geeft ideeën. The other day, because I'm always praying for ideas. Ik ben de vorige keer, want God, ik ben altijd bidden voor ideeën. I wanted to bless Prophetess Sally also in her talent. Ik wilde Prophetess Sally zegenen in haar talenten. And I began to think, how can I? God is blessing me so much. How can I open the way for her to be beneficiary of
what God is doing. En ik dacht, ik wil haar zegenen. Maar wat kan ik voor haar doen? Want God is mij zoveel aan het zegenen. Dus ik wil een manier vinden om haar ook daarvan te kunnen laten genieten. Because I am seeking God for those things. En omdat ik God aan het zoeken ben voor die dingen. God gave me an idea. Gaf God mij een idee. Are you with me? Bent u met mij? And she had her first business meeting with me. En ze had haar eerste zaken meeting met mij. And within 1 hour. En binnen 1 uur. She earned 800 euros. Heeft ze 800 euro's verdiend? True. Ja, waar? Because there is more. Want er is meer. If you ask God how to do the more, God will give you the more. En als u God vraagt hoe moet ik de meer doen, zal Hij u vertellen hoe het meer. Everything. You have is already in you. Alles wat u heeft of nodig hebt is al in u. Are you with me? Bent u met mij? Just spending 1 hour with me on Zoom, we did some things. She made her first 800 euros within 1 hour. Gewoon tijd met mij doornemen en een tijdje op Zoom waren we en binnen 1 uur had haar eerste 800 euro verdiend. Because God will give you business ideas. Want God zal u zakenideeën geven. Are you with me? Bent u met mij? He will show you your own coin. En hij zal u uw eigen muntstuk laten zien. In a secret place. In het geheime plaats. So now let's go to the next scripture. Laten we gaan naar het volgende schriftgedeelte. Oh, may God breathe on your gift. Mogen God ademen op uw gave. May God breathe on it. Mogen God erop ademen. It says in Isaiah 54 verse 2 to 3. Jesaja 54 vers 2 tot en met 3. Are we there? Zijn we daar? We are going to read it. I want to ask the people online, are you being blessed? Ik wil vragen de mensen online, zijn jullie gezegend? If you are on Facebook and you are blessed, put there, I am blessed. Als u op Facebook bent en u bent daar, zet op Facebook, ik ben gezegend. If you are here on Facebook, you haven't shared this broadcast, please share to bless somebody. Als u hier bent en u hebt nog niet gedeeld, de broadcast op Facebook, doe het alsjeblieft alsnog. So Isaiah 54 verse 2 and 3 says. Jesaja 54 vers 2 en 3 zegt. It says, enlarge the place of your tents and let them stretch out the curtains of your dwellings. Do not spare, for you shall expand. Somebody say expand. Iemand zegt vergroten. For you shall expand to the right and to the left. And your descendants will inherit the nations and make the desolate cities inhabited. You see, even God is not putting us in a place of limit. Ziet u, zelf God plaatst ons niet in een plaats van een limitatie. Even God is speaking to us. Zelfs God spreekt tot ons. What is he saying? Wat is hij aan het zeggen? Enlarge. Vergroot. The place of your tent. De plaatsen van uw tent. It means your dwelling place. Betekent de plek waar u woont. Sometimes our dwelling place number one is our mind. Our mind is so tight, so limited. We Soms live in this small mindset. Soms in de plaats waar we wonen, onze gedachten. We houden het zo gesloten. We wonen in deze kleine gedachtegang. Maar God zegt, maak het groot. Breid uit. Think further than your little ideas that you have. Denk verder dan uw kleine ideetje dat u heeft. Think further than what your mother and father has done. Denk verder dan wat uw vader en moeder gedaan heeft. Because your father built one house. Omdat uw vader heeft één huis gebouwd. Now you are having that little mind fighting that you will just be one house. En nu bent u in uw gedachten strijden van ik ga maar één huisje bouwen. Why can't you be the one who built 10,000 houses? Waarom kunt u niet degene zijn die 10.000 huizen bouwt, bijvoorbeeld? Why can't you have a vision bigger than that of your father? Waarom kunt u geen visie groter hebben als die van uw vader? Because everybody in your village has 2 bedrooms and 1 little kitchen and 1 toilet and 1 living room and 1 small TV. That's how you are planning your life. Want iedereen in uw dorp hebben 1 klein huisje met 2 slaapkamers, alles klein. En uw plannen zijn om zo ook te doen. Why can you not be the first one to build a villa in your father's village? Waarom kunt u niet de eerste zijn die een villa bouwt in het dorpje van uw vader? And you become a forerunner. En u wordt een voorrenner. For the one who did the first greatest thing. Van degene die de eerste grote daad heeft verricht. Why must you remain behind following the bad examples? Waarom moet u achterblijven en blijven volgen de slechte voorbeeldschap? Instead of saying I'm going to change the game. In plaats van ik ga het spel veranderen. Oh, somebody touch yourself and say I am a game changer. Iemand raakt uzelf aan en zegt ik ben een spelveranderaar. I am a game changer. Ik ben een spelveranderaar. I don't want to do everything that my people in my family have been doing because the way I see them, most of them are broke.
Ik moet alles blijven doen zoals mijn familie het gedaan heeft. Most people in my family are broke. They are always asking me for money. De meeste zijn platzak in mijn familie. Ja, dat is echt waar. Ze vragen me altijd om geld. Especially the ones in Africa. En vooral degene in Afrika. Every day, sister. Elke dag, zuster. Sister. Zus. I will give them money for the thing today. Ik geef vandaag geld voor iets. Tomorrow they will call me again and the money is going for the same thing I gave them money for yesterday. En dan vragen ze weer mezelfde ding waar ik geld gisteren voor gegeven heb. May God punish Satan. Moet God Satan bestraffen. Not my family. Niet mijn familie hoor. The Satan that is using them to drain my money. Die Satan die achter hen zijn om mijn geld weg te trekken. They will say they are building a house for you. Ze zeggen ik ben een huis voor u aan het bouwen. You say let them save the picture of the house. They will go and take a picture of somebody else's house. Stuur me een foto ervan en ze gaan een foto van iemand anders huis. And they send it to you. En ze sturen naar jou. And you are here in Europe dancing for joy that your house is being built. En je bent hier in Europa aan het dansen met vreugde dat mijn huis wordt gebouwd. But when you travel to Africa now, als je op reis gaat naar Afrika, with all your hope to go and enter your house, met al je hoop in je huis binnen te treden, not even a foundation has started. Niet eens de fundament is gestart. And they will tell you that a wind came. En dan gaan ze vertellen een wind is gekomen. Witches sent a wind. Heksen hebben een wind gestuurd. And the beauty house they have built for you. En de mooie huis die ze voor u gebouwd hadden. Your house is the only house that wind blew away. Jouw huis is de enigste huis waar de wind weg hebt geblazen. And they want you to believe that. En dan moet je gaan geloven. So why would I want to waste time? Dus waarom zou ik tijd willen vergooien? With that kind of mentality. Met dat soort mentaliteit. So I decide to build differently. Dus ik heb besloten om anders te gaan bouwen. To invest differently. Om anders te investeren. I'm not going to throw my money for nothing. En ik ga mijn geld niet zomaar weggooien. I must watch what I'm investing in. Ik moet goed opletten waar ben ik in aan investeren. I am the guard. En ik ben de poortwachter. The policeman. De politieman. And the gendarme. En de gendarme. And whatever. De leger en wat het dan ook is. Of my own money. Over mijn eigen geld. Because you can't trust some people like my family in Africa. Want sommige mensen kan je niet vertrouwen zoals mijn familie in Afrika. So I am the I'm like a soldier around my own property. Dus ik ben als een soldaat over mijn eigen dingen. Everything I give them. En alles wat ik aan hun geef. I already made up my mind is a loss. Ben ik al vast besloten dit is toch al verloren geld. Are you with me? Bent u so met I don't mij? Put my heart in those things. Ik zet mijn hart niet in die dingen. When you know people, als u mensen kent, learn to deal with them according to how you know them. Leer om met ze om te gaan zoals u ze kent. You can't enlarge your territory with people who are bound by the spirit of lie and the damage profit, the eat profit, the prostitute. Africa, God needs to deliver Africa. U kunt niet uitbreiden met mensen die liegen en die gebonden zijn door leugenachtige geiten. Alles wat ze hebben, ze verkwisten het gewoon. You must invest well. U moet goed investeren. In order to enlarge your territory. Om uw tenten uit te kunnen breiden. If you keep giving it to people who keep lying to you. Als u blijft geven aan mensen die tot u blijft liegen. You will always have a tiny territory. Zult u altijd een heel klein territorium hebben. It's difficult to enlarge your territory with the kind of mindset of my family. Het is heel moeilijk om uw tenten uit te breiden met de gedachtegang van mijn familie. So you must be wise. Dus u moet wijs zijn. Invest wisely. En op een wijze manier investeren. Put your effort and your money and your ideas in places that when you wake up after 1 year you say, hey, there is an establishment and increase. U moet uw geld en uw effort plekken zetten op een plaats dat op een dag als u wakker ziet van er is een bevestiging en een vermenigvuldiging. Are you with me? Bent u met mij? If they lied to you already 3 times. Als ze 3 keer hebben gelogen tot u. The first time is a mistake. De eerste keer is een foutje. Second time can happen. Tweede keer kan gebeuren. Second time is a cycle being built. Maar tweede keer is al een cirkel dat the gebouwd third wordt. Time is a lifestyle. En de derde keer is een levensstijl geworden. Don't trust them again. Vertrouw ze nooit meer. Invest well. Investeer op de juiste manier. He said, enlarge the place of your tent. Hij zegt, breid het plaats van uw tent uit. Think further. Denk verder. Some of you need to enlarge even the new house you are going to rent. Stop renting the house where all these ghetto people have bound themselves together and all of them are there. Je moet goed gaan kijken als bijvoorbeeld een huis wil gaan huren. Ga niet een hele kleine huis huren ergens waar al die ghetto mensen bij elkaar zijn gekomen. Nee. Nothing wrong with ghetto men, but the point is where you dwell, the mentality matters. Het maakt niet uit dat die mensen ghetto zijn, maar waar u woont, de mentaliteit, het doet ertoe.
People are driving cars, no lights in front, no light behind, because they think this is how it doesn't matter. Mensen rijden auto zonder koplampen, zonder achterlicht, want ze denken, zo zijn wij nou, het maakt allemaal niet uit. Your company matters. En uw gezelschap doet ertoe. You will manifest whatever it is in your company. U zult manifesteren dat wat in uw gezelschap is. So what am I trying to say? Wat probeer ik nou te zeggen? Sometimes to enlarge the place of your tent, you need to change your environment. Soms om uw tent uit te breiden, moet uw omgeving veranderen. Every time you are talking to a friend. Iedere keer spreek je tot een vriend. They keep saying, yeah, life is really tough. Eh? Blijf zeggen, ja, leven is echt zwaar, hè? Oh, this life. Eh? Oh, deze leven. And you too, you are sitting in that place under that the pressure of that negative thought. You are going down, down, down. En u ook. U zit onder de pressie van dat negatieve gedachte aan gang en praten. U gaat naar beneden, naar beneden, naar beneden. It affects your perspective. Het heeft invloed op uw uitzichten. How you see life. Hoe u het leven bekijkt. Amen. Amen. You can choose to see life in a positive light. U kunt kiezen om het leven te zien in een positief daglicht. Or in a negative light. Of in een negatief daglicht. Oh, this nation is bad, eh? Deze natie is slecht, hè? See how they are treating bad people, eh? Zie hoe ze omgaan met slechte mensen. It's forming your mentality. En het vormt uw mentaliteit. Then every time you interact with people of this nation. En iedere keer als u interactie hebt met mensen van deze natie. You treat them like enemies instead of treating them like friends. Dan doet of als ze vijanden zijn in plaats van vrienden. Are you with me? Bent u met mij? It's because your community, that's how everybody talks. Maar dat komt omdat in uw gezelschap zo praten mensen. People keep saying to me, with all due respect. Mensen blijven tot mij zeggen met alle respect. I know that racism exists. Ik weet dat racisme bestaat. In this nation. In deze natie. But with all due respect to all those facing racism. Maar met alle respect aan degenen die racisme met racisme te maken hebben. I've never faced it. Ik heb het nooit meegemaakt. I'm not struggling with. I don't even feel like I don't walk on the street. Oh, I am a black person now in this shop. Want ik denk er niet over na en ik wandel niet op straat van oh nu ben ik een zwarte persoon in de winkel. So then when they act in a way, I take it personal. Dus als ik op een bepaalde manier doe dat ik het persoonlijk opneem. Because I'm black, that's why the person spoke to me like that or look at me like that. No. Omdat ik zwart ben, heeft hij zo met mij gesproken of naar mij gekeken. Maar nee. I don't have that. Dat heb ik niet. Heb geen last van. Because I have a different mindset. Want ik heb een heel andere gedachtegang. As a matter of fact, the street, the neighborhood where I live is all white people. En waar ik woon is trouwens is alleen maar blanke mensen. And I'm not facing any danger. En ik heb geen gevaar. I'm living my life. Ik leef mijn leven. There are white people who fight with white people in some neighborhoods. In sommige buurten zijn het blanke mensen met blanke mensen strijden. So if a white man fights with you, it's not always because of your color. Dus als een blanke persoon met u strijdt, is niet alleen altijd vanwege uw kleur. It's the devil behind them. Dus de duivel die achter hen is. Are you with me? Bent u met mij? But if you don't change your mentality, maar als je mentaliteit niet verandert, instead of fighting the spirit behind them, in plaats van strijden tegen die geest die achter hen is, you'll be fighting a racist game with them. Dan gaat u een racistenspel met hen bevechten. Trying to prove yourself that you are black and powerful. Uzelf proberen te laten zien als zwart en krachtig. When the Bible says we do not wrestle against flesh and blood. Terwijl de Bijbel zegt we strijden niet tegen vlees en bloed. It's mentality. Het is de mentaliteit. You must enlarge your mind how you see things, how you accept things, how you relate to things. U moet uw gedachten gaan uitbreiden hoe u dingen ziet, hoe u het accepteert en hoe u een relatie vormt ermee. If not, you will always live in a small world. En anders zult u altijd leven in een heel klein wereldje. You want to go on vacation. U wil op vakantie. You are looking for areas that all black people are. Why will you be living with black people and go to vacation where black people are? Do something different. Dan zoekt u op naar een buurt waar alleen maar zwarte mensen zijn. Maar waarom zou het alleen zijn waar zwarte mensen zijn, terwijl je daar ook mee woont? Doe iets anders. Or you are a white person. You are only looking for your own kind. Of u bent een blank persoon. Ik ga alleen op zoek naar uw eigen soort. Once a long time ago, I wrote something. Lang geleden heb ik iets geschreven. I said those who do not take the world is like. Ik zei degene die niet de wereld is als. I said the world is like a book. Ik zei de wereld is als een boek. That many people would do not take risks. Waarvan veel mensen geen risico durven te nemen. Only read one page. En die lezen maar één pagina. A book has many pages. En een boek heeft zoveel pagina's. But because you are so used to, I always go to Belgium for vacation. So since you came to Europe, every time you are only going to Belgium, you have not even reached to France, even yet near Germany. The border of between Germany and Holland, you have not reached it. You've not gone to England. There is Italy in Europe. There's Spain. You don't even know how to spell Spain. You are, it's Belgium.
Sommige mensen zijn zo gericht op één ding. Ze zijn al 80 jaar in Nederland en ze gaan nergens anders naartoe. Europa is zo groot, maar alleen België, België, België. Why do we always go to Belgium? En waarom gaan we altijd alleen maar naar België? Enlarge the place of your tent. Maar breid uit de plaats van uw tent. Do something crazy. Doe iets geks. Go to Morocco. Ga naar Marokko. Climb on camel. Klim op een kameel. And make selfies. En maak selfies. Yeah, talk. Yes, me ride a camel. Go to Egypt. Ga naar Egypte. Do something. Doe iets. Live life before you die. Leef het leven voordat u sterft. See some places before you die. Zie wat plaatsen voordat u sterft. Are you with me? Amen. Bent u met mij? Why must you always go? You rent a hotel for you and your children for vacation. You, your children, your five children, your wife, all of you sleeping in one room. Sleeping on mattresses in hotel. Waarom is het zo dat jullie op vakantie gaan? U met uw vrouw en uw vijf kinderen in een hotel, in één kamer, op een matras in een hotelkamer slapen jullie. Maar dat is een gedachtegang. A poverty slave mindset. Een armoede slaven mentaliteit. Sometimes challenge yourself. This vacation we are going to take a 5-star. My wife, you will be in jacuzzi and whatever, and the children will have their own. We are going to at least have an experience. Soms moet je gewoon van gedachten vastberaden zijn van mijn vrouw. We gaan nu op vakantie. We gaan een jacuzzi nemen. De kinderen gewoon een ervaring hebben. You are going to a hotel. U gaat naar een hotel. But you bring your own pepper soup. Je brengt je eigen pepersoep. You cook your own fufu and vegetable. Je kookt je eigen fufu en groenten. You package it under your suitcase. Je hebt goed ingepakt onder je koffer. Because you don't want to pay hotel. Want je wil geen hotel eten rekening betalen. And you are sneaking and eating your fish head. En stiekem bent u je vissenkop aan het eten. In a white people's hotel room. In een blanke man's hotelkamer. And then there are ants all over the hotel. En dan komen mieren over in heel die hotel. Ants all over the hotel room. Mieren in de hotelkamer. A hotel that has never seen ants before. Een hotel dat nooit eerder mieren hebt gezien. Because you brought your ghetto self there with your ghetto mindset. Maar omdat je met je ghetto self, met je ghetto gedachtegang daar bent gegaan. Now ghetto is in the hotel. En nu is ghetto aangekomen in het hotel. No. Nee. Leave the you are going there to release yourself. U gaat om uzelf lekker te ontspannen. Leave the fried rice at home. Laat die gebakken rijst lekker thuis. You are in a hotel, you are so tired you cannot even enjoy the hotel because you were cooking the whole night. Je bent in een hotel, ik ben zo moe, ik kan niet eens genieten van een hotel want u was heel de nacht aan het koken. Are you with me? Bent u met mij? Leave the things there and just say we are going to eat. Something different. Laat de dingen achter en we gaan daar gewoon eten en iets anders proeven. Don't go and eat what you brought from your home. Just say we are not this hotel time. We are going away. We are not going to cook. We are going to eat the hotel food or take a nice restaurant near to the hotel. Expand yourself. U moet uzelf uitbreiden. U gaat weggaan. Denk niet uw eigen eten mee, maar ga en geniet van de dingen om u heen. Experimenteer en ontspan. The other day I was on the internet. Vorige keer was ik op het internet. I said I've been in Holland so long. They have this flower museum. Is it flower museum? You have all different kind of flowers. Ik ben al zo lang in Nederland. Not museum, flower garden. Ja, ze hebben zo'n grote bloementuin, bloemenhof, bloementuin. I said let me go and see. Ik zei laat me gaan kijken hoe dat is. And they say it's normally around March. Ze zijn meestal het seizoen is rond maart. I said the time has come for me to fly, stretch my wings and fly. Ik zei, mijn tijd is gekomen om mijn vleugels uit te spreiden en vliegen. So my eyes now are already in March. I can't wait for March to come to book. Dus mijn ogen zijn nu al gericht op maart. Ik kan niet wachten tot maart komen te boeken. To go and experience what people are coming from America, especially for that place. Om te ervaren wat mensen uit Amerika komen, speciaal om dit te zien. And I am in Holland, I've never been there. En ik woon al jaren in Nederland, ik ben er nooit geweest. Because I've been living in a small, tight place. Want ik heb geleefd in een kleine, benauwde plekje. Working always to make money and help my family, but I'm not living. Werkende om geld te verdienen en voor mijn familie te helpen, maar ik leef niet echt. Preach that the God of glory has given us all things, but I'm not enjoying nothing. Prediken. De God van glorie heeft ons alle dingen gegeven, maar ik geniet nergens van. But something has happened to my mind. Maar er is iets gebeurd in mijn gedachten. I'm going to leave. Ik zal leven. Yes, I'm going to enlarge the place of my tent. Ik ga de tent, mijn plek van mijn tent uitbreiden. I've been living in one city for more than 20, almost 30 years since I came to Europe. Meer dan 20, bijna 30 jaar sinds ik in Europa ben gekomen, leef ik al in één stad. And I'm not even seeing the rest of the nation. En ik zie niet eens de rest van de natie. No, the time has come. Nee, de tijd is gekomen. For me to enlarge my tent. Zodat ik mijn tent ga uitbreiden. And enjoy life also.
En ook van het leven genieten. Enlarging your tent is not only to work and work and work and build. En je tent verbreden is niet alleen om te werken, werken, werken en te bouwen. It's also to live that full life that God has died to give it to us. Maar ook om die volledige leven te leiden wat God voor gestorven is om aan ons te geven. If you die now, God said, did you see the thing I put in Amsterdam? You are like, which thing? En is je nu bijvoorbeeld sterf en God zegt, heb je de dingen gezien dat ik in Amsterdam geplaatst heb? En u zegt, welke ding? Enlarge the place of your tent. Maar verbreid de tentdoeken. If you take one day to enjoy life, God is not going to be angry. Als u één dag neemt om van het leven te genieten, zal God niet boos zijn. Except you go and sin. Tenzij u gaat zondigen. But if you are just doing the right thing and thanking God for the opportunity. Maar als u gewoon de juiste dingen doet en God bedankt voor de mogelijkheid, God is not going to get angry. Zal God echt niet boos worden. Enlarge the place of your tent. Verbreid de plaatsen van uw tent. There is more to life than you just praying and fasting and crying and praying and fasting and stress. And then your family, this one want to die, you are fasting. Then when you finish that one, the next one has headache, you are fasting. You are just fasting, fasting, fasting. What is it? Er is meer in het leven dan te vasten en te bidden en te vasten. En die wil sterven, je bidt en je vast. En er is meer te het leven dan alleen maar dat. And the people you are fasting for, especially my family people in Cameroon. En de mensen waar je voor het vasten bent, vooral mijn familie in Cameroon. I will be here praying and fasting for them. En ik ben hier aan het vasten en bidden voor hen. They will send me a picture of themselves in a bar. En dan sturen ze een foto van mij van hunzelf in een bar. Drinking alcohol and having fun. Alcohol en drinken en lekker gezellig gaan doen. With a nice shoes they got from the money I sent them to take care of my land. Met de mooie schoenen aan, van het geld wat ik hun heb gestuurd om voor mijn land te zorgen. And they will cross their leg on that picture with the shoes they used my money to buy. En ze zitten lekker met de benen gekruist met de schoenen waar ze mijn geld voor gebruikt hebben. And they are wearing designer shoes. I'm not buying since I came to Europe. I'm not buying designer shoes. En ze hebben merkschoenen die ik niet eens koop. Sinds ik in Europa ben, koop ik geen merkschoenen. But my junior brothers back home, they are wearing designer shoes. Maar mijn jongere broertjes thuis, ja, hoor, die dragen merkschoenen. Isn't that a sin unto yourself? Is dat niet een zonde naar uzelf? We have a statement in my country. We say, monkey the walk, bamboo the chop. We hebben een gezegde in ons land. We zeggen, apen die lopen en die anderen die kappen bamboe. Monkey die werken. Apen die werken. Bamboe die chop. En de bamboe die is snijden. Eten. Oh, ze eten. You understand me? Yeah. You are doing all the work but other people are enjoying. U doet al het werk en andere mensen genieten ervan. You need to decide in this season. Maar u moet een besluit nemen in dit seizoen. What do I want to do with my life? Wat wil ik doen met mijn leven? Social life. Mijn sociale leven. My relationship life. Mijn relatieleven. My business life. Mijn zakenleven. My ministry life. Mijn bedieningsleven. Where do I need to change things? Waar moet ik dingen gaan veranderen? Where do I need to improve? En waar moet ik verbeteren? Where do I need to excel? En waar moet ik hoger op komen? Are you with me? Met je met mij? He said, enlarge the place of your tent and let them stretch the curtains. Vergroot de plekken van uw tent en laat u de gordijnen groter maken, uitrekken. Are you with me? Bent u met mij? It means expand it. Betekent maak het groter. Do not spare. En wees niet spaarzaam. God is saying in this season, do not hold back. En God zegt in dit seizoen, hou u niet in. What God has called you to do, do it in excess. Wat God u voor geroepen om te doen, doe het in overvloed. He said, lengthen your cords. Hij zegt, maak uw dingen langer. And then he makes a promise. En dan maakt hij een belofte. In vers 3. In vers 3. He said, you shall expand. Hij zegt, u zult uitbreiden. To the right. Naar rechts. And to the left. En naar links. God said, you will expand. God zegt, u zult uitbreiden. When you begin to do the things that God is asking you to do in this season. Als u de dingen begint te doen wat God u vraagt om te doen in dit seizoen. God has already spoken. God heeft reeds gesproken. God has already promised. God heeft reeds beloofd. You will expand. U zult uitbreiden. So receive expansion. Dus ontvang uitbreiding. Oh, come on now. Kom op. Receive expansion. Ontvang uitbreiding. You will expand. U zult uitbreiden. Reach out to the poor. En strek u uit naar de armen. But surround yourself with great people. Maar omringt u zelf met geweldig grote mensen. If everybody around you is blind. En als iedereen om u heen blind is. Who is going to lead who? Wie zal wie leiden? Are you with me? Bent u met mij?
Dare to have relationship with people who have gone ahead of you. Durf relaties te hebben met mensen die voor u uit zijn gegaan. People will challenge your mindset. Mensen die uw gedachtegang uitdagen. They challenge you in the place that you have found comfort. Ze dagen u uit in de plek waar u comfort heeft gevonden. I gave an example during the mentorship. Ik gaf een voorbeeld tijdens de mentorschap. That I was supposed to have a meeting with a businesswoman. Dat ik eigenlijk een afspraak had met een zakenvrouw. This week. Deze week. And because she is so big in America and everything you are she's doing, you know, most of these people are millionaires and billionaires. En omdat ze zo groot is in wat ze doet en zo druk hebt met haar dingen. Deze mensen zijn vaak billionaires en millionaires. But they see my strength. Maar ze zien mijn kracht. And my grace. En mijn genade. And they will write me. En ze schrijven naar mij. We want to connect with you. We willen connectie met u. We want to talk with you. We willen met u praten. We want to work with you. We willen met u werken. So she sent me an email to have a meeting on Zoom, just two of us to talk about how we can do business together. Dus ze heeft mij een e-mail gestuurd om een meeting te hebben op Zoom om te spreken over hoe we zaken samen zouden kunnen doen. She said she wants me to do some things with her and she will do something with me. Whatever comes in, all of us get a percentage. Ze zei ze willen iets met mij doen. We zullen samen wat doen en wat er binnenkomt, zullen we allebei een percentage krijgen. I began to panic. Ik begon in paniek te raken. I began to shake. Ik begon te beven. Because every new level will challenge you. Want iedere nieuwe niveau zult u uitdagen. I've not been used to talking to millionaires and billionaires. Ik ben nog niet echt gewend om met billionaires en miljonairs te praten. They have their own mindset. Ze hebben een eigen gedachtegang. How they talk. Hoe ze praten. How they presenting. Hoe ze dingen presenteren. And my Kumba girl spirit rose up in fear. En mijn Kumba girl geest rees op in angst. The little girl from my mother's village in me began to panic. Het kleine meisje uit mijn moeders dorp in mij begon in paniek te raken. I began to shake. Ik begon te beven. And because in English I went to Netherlands in school, but in English I never went to any university in my country. En in Nederland ben ik wel naar school gegaan, maar in Engels, ik ben nooit echt onderwezen in Engels in mijn eigen land. Every school I went was in Europe. Ik ben alleen in Europa in onderwezen. Dutch. In Nederlands ben ik gewend so om les te krijgen. So most of my great expressions I know more in Dutch than in English. Dus mijn meeste van mijn grote expressies ken ik meer in Nederlands dan in Engels. So I began to panic. Dus ik begon in paniek te raken. I said, what if this woman speak one big English? Ik dacht, wat als deze vrouw één grote Engels gaat praten? Hello. Hallo. There is time for reality to yourself be true. Er is ook een tijd voor realiteit. Voor uzelf moet je ook waarheid spreken. I said, what if she speaks one big English in the business world? Ik denk, wat als ze nou één grote Engels kon praten in die zakenwereld? And I don't even know what in the world she's. En ik weet niet eens waar ze het over heb. What am I going to do? Wat moet ik dan doen? And insecurity came in me. En onzekerheid begon parten te maken. Fear rose up in me. Angst stond op in mij. And I began to plan to cancel the meeting. En ik begon een plan te maken om de meeting af te zeggen. And I began to give myself an excuse that, oh, maybe I'm too tired, I should just let the meeting. En ik begon mezelf een excuus te geven. Oh, misschien ben ik wel te moe, moet ik die meeting laten gaan. God said you are trying to hide. En God zei, u probeert te verbergen. I'm trying to expand the place of your authority and your habitation. Ik probeer de plek van uw autoriteit en uw dwelling, uw woning te verbreden. And you pray for me to take you higher and connect you with people in high places. En u heeft gebeden dat ik u hoger op zou nemen en u zou connecten met mensen in hogere plaatsen. Now it's coming. En nu komt het eraan. And you are afraid. En u bent bang. He said you need to enlarge the place of your territory. Hij zei, nee, u moet de plaats van uw tent vergroten. And one of the way to do it is to connect to people who challenge you. En een van de manieren om het te doen is om connected te zijn met mensen die u uitdagen. Challenge you to come out of your security, your little tent where you are secure and comfortable. Die u uitdagen om uit uw kleine tent te komen waar u comfortabel bent en verzekerd. Because until you reach in that level. Want totdat u op dat niveau komt, you can't take different people to that level. Kunt u niet verschillende mensen meenemen naar dat niveau. If you are all on the same level, als u allemaal op dezelfde niveau bent. Nobody is high enough to pull the other one up. Niemand is hoog genoeg om de andere op te trekken. But if I take you higher, maar als ik u hoger opneemt. Then you can send your hand down, dan kunt u uw hand naar beneden doen. And pull the ones who are down up to en diegenen die beneden zijn kunt u optrekken naar waar u bent. So most of us in this season, dus de meeste van ons in dit seizoen. God is challenging us. God daagt ons uit. Enlarge the place of your tent. Vergroot de plaats van uw tent. So I went to the meeting. Dus ik ben gegaan naar de meeting. I was speaking in tongues.
Ik sprak de hele tijd in tongen. I was just speaking in tongues. Ik was in tongen aan het spreken. The woman is not even a Christian, but she's a big business. I was just speaking in tongues. Ze is niet eens een christen, ze is een grote zakenvrouw, maar ik sprak in tongen. When we went there, she said, "Oh, who are you exactly? What do you do?" I was like, "God." Toen we daar ging, vroeg ze, wie bent u eigenlijk en wat doet u precies? Toen dacht ik, oh God. Because it's easy in this arena that I'm comfortable. Maar het is heel makkelijk in deze arena waar ik me op mijn gemak voel. To say, I am Apostle Claire Reville. En te zeggen, ik ben Apostel Claire Reville. But in that business world, they don't care about apostles. Maar in die zakenwereld kunnen hun apostelen niks schelen. So I had to tell her, I am a businesswoman. I tell, all kinds of things were coming out of my mouth. I said, God, anyone that is true, anoint me. Ik moest spreken, ik kwam voor alsnog uit mijn mond en dacht, ik zei, God, waar is zalfheid? I said, whatever it is, I hope they take it right, that's what I am. Wat ook iets komt, is het goed opvatten, dat is waar ik ben. Because I am built as an apostle and it's been the only place I've excelled so much. Want ik ben gebouwd als een apostel en het is de enige plek waar ik zo voortvarend ben geweest. Now that God said there is more. Nu dat God zegt, er is meer. In this new level, in deze nieuwe niveau. I am a baby. Ben ik weer een baby. Woo! Somebody didn't hear that. Iemand heeft dat niet gehoord. In every new level, you are a baby. In ieder nieuwe niveau bent u een baby. You are a student. U bent een student. And you need to humble yourself. En u moet uzelf nederig opstellen. And let people who have been in that place before you. En laat mensen die op in die plek zijn geweest voor u. Show you the way. Laat zij u de weg tonen. So I allowed her to lead. Dus ik heb haar toegestaan om te leiden. And she was saying all things, and I was just listening. En ze vertellen van alles en nog wat en ik luisterde gewoon. So to enlarge also, you must be willing to humble yourself. Dus om uit te breiden moet u gewillig zijn om uzelf nederig op te stellen. And learn new tricks. En leer nieuwe trucjes. Things that you've never learned before. Dingen die u nooit eerder hebt geleerd. The Lord bless you. De Heer zegen u. The Lord bless me. De Heer zegen mij. The Lord bless those online. De Heer zegen degene online. And bless us all. En zegen ons allen. In Jesus name. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Glorie. Amen. Halleluja. Thank you, Jesus. If you could all just stand. Of allemaal kunnen staan. Father, we thank you. Vader, wij danken u. We honor you. Wij eren u. We give you all the praise. We geven u alle lofprijs. We give you all the glory. We geven u alle glorie. We thank you for the service of today. We danken u voor de dienst van vandaag. We thank you for everything that we have received. We danken u voor alles wat we hebben ontvangen. Oh, Father, we just honor you. Vader, wij eren u. We thank you for your presence wij in this place. Wij danken voor uw tegenwoordigheid in deze plaats. We thank you for your presence in this place. Wij danken voor uw tegenwoordigheid in deze plaats. We thank you for the expansion. Wij danken voor de uitbreiding. That you are expanding us. Dat u ons aan het uitbreiden bent. On every area. In elke gebied. We thank you for the increase. We danken u voor de vermenigvuldiging. We exalt you. Wij vereren u. We bless your awesome wij zegenen uw heilige naam. Because you are our Father. Want u bent onze Vader. Father, we thank you. Vader, wij danken u. That we are streams. Dat wij stromingen zijn. That come from thee. Dat van u komt. And thank you. En wij danken u. That we are rivers. Dat wij rivieren zijn. That will produce more streams. Dat meer stromingen zullen produceren. Father, we bless your awesome Vader, wij zegenen uw heilige naam. Oh, only you can give us that. Alleen u kan ons dat geven. Thank you. Dank u. That we walk in this season. Dat we zullen wandelen in deze seizoen. In the many facets of you. In de vele facetten van u. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. The Lord is our shepherd. We shall not want. He makes us to lie down in green pastures. He leads us beside the still waters. He restores our souls. He guides us through the path of righteousness. For his name's sake, yea, though we walk through the valley of the shadow of death, we shall fear no evil, for thou art with us. Your rod and your staff, they comfort us. You prepare a table before us in the presence of our enemies. You anoint our head with oil. Our cup runs over. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. And we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. In Jesus' name, amen. Facebook family, we love you. We bless you. We bless your week. We bless your family, Clubhouse family. Thank you for being with us today. May the Lord bless you. We bless your house and we bless your week. YouTube family, we love you. We bless you. Have an awesome week in the name of Jesus Christ. Amen.